Søren Kierkegaard, de Deense theoloog en filosoof uit de 19e eeuw, die was een tijdje nogal in de vergetelheid geraakt. Mensen vonden zijn werk verouderd of moeilijk te begrijpen. Maar de laatste tijd is hij eigenlijk bezig aan een goede comeback. Mede dankzij deze mooie nieuwe uitgave van Stadia op de Levensweg, die recentelijk is uitgekomen bij uitgeverij Damon. Vanuit de welkom, mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij het Zoeterbeek-programma. Sorry dat u net even heeft moeten wachten op de gang. Hopelijk heeft dat de voorpret alleen maar verhoogd. Stadia op de Levensweg, dat is het grote pseudonieme werk van Kierkegaard, waarin hij eigenlijk de centrale visies uit zijn andere werken bundelt. En wat hij doet in Stadia is een soort beschrijving geven van de levensontwikkeling van de mens op weg naar echt mens zijn. En dat doet hij aan de hand van drie fases of drie stadia, de esthetische, de ethische en de religieuze stadia. Wie Kierkegaard ook alweer was, hoe we zijn werk kunnen interpreteren en wat hij als theoloog, als filosoof ons nog te zeggen heeft, daarover gaan we het vanavond hebben. Allereerst zal Onno Zijlstra, hij doceerde filosofie aan de PTHU in Amsterdam en aan de Artes Hogeschool voor de Kunsten, maar ook eindredacteur dus van dit boek. Hij geeft een lezing van ongeveer een kwartier. Daarna komt Rob Compaille. Hij studeerde filosofie hier aan onze universiteit en is inmiddels aan het promoveren in Antwerpen, aan de Universiteit van Antwerpen, bij het Centrum voor Ethiek daar, over de deugdethiek van Kierkegaard. Daarna is het ongeveer 8:30, dan kom ik weer ten tonele, want dan ga ik met beide sprekers in gesprek. Dat duurt ongeveer 3 kwartier, dan is het 7:45, 9:10, sorry. Dank u. En dan is het tijd voor u om uw eigen vragen en opmerkingen kort te poneren. Dus mocht u in de tussentijd van deze lezingen alvast denken van dat wil ik per se nog weten, onthoud het en dan komt u dan aan bod. Dat is het programma van de avond. Alvast een hele mooie avond gewenst en ik geef graag het woord aan Onno Zijlstra. Laat ik ook even goede avond zeggen, al was het maar dat u aan mijn stem kunt wennen. Geluid goed? Iedereen gelukkig en tevreden? Ik zie nauwelijks iets in deze lichtbundels. Dit zijn mijn antwoorden op uw vragen. Dan zou dit de lezing moeten zijn. Ja, klopt. Om te beginnen, hartelijk dank voor de uitnodiging om dit hier te mogen doen. Het is altijd bijzonder om over Søren Kierkegaard te spreken of een lezing te verzorgen, omdat het zo'n, wat mij betreft in elk geval, ontstellend ingewikkelde man is en ontstellend ingewikkelde schrijver ook. En Liesbeth Jans heeft hem geïntroduceerd als filosoof en theoloog. Ik wil er nog een vak aan toevoegen. Dat is bij mij eigenlijk steeds meer op de voorgrond gekomen als schrijver. En ik zal het straks ook vooral hebben over Kierkegaard als schrijver. Zijn jaartalen staan zo ver boven zijn hoofd dat ze hier niet in beeld zijn. 1813, 1855, 42 jaar oud geworden. Hé, kijk. En ik zal proberen in een kwartier iets te zeggen, zowel over zijn leven als over zijn werk. En de combinatie van die twee. En misschien wel vooral het probleem dat hij als mens had met zijn vak, namelijk schrijver zijn. Dat sprak namelijk voor hem niet vanzelf. Twee figuren komen in zijn oeuvre voor, spelen een belangrijke rol, maar niet op een heel directe manier. Het meest nog verweven in dat laatst bij Damon verschenen boek Stadia op de Levensweg. Ik bedoel, dat kun je bijna niet lezen zonder
ook aan de vader van Kierkegaard te denken. En te denken aan de beroemdste verloofde uit de geschiedenis van de filosofie, Regine Olsen. Die vader, dat is iemand. Kierkegaard heeft zelf gesproken over een krankzinnige opvoeding die hij genoten heeft. Hij spreekt over verschrikkelijke tijd die hij doorbracht met die zwaarmoedige oude man. Kierkegaard was namelijk de jongste in een gezin van 7, van wie er 5 vrij vroeg stierven. En die vader heeft zich daar buitengewoon schuldig over gevoeld. En tegen de tijd dat het nakomertje Søren nog alleen bij de oude mannen in huis was, was het daar bepaald niet elke dag feest. De ervaring, de beleving van die vader, de dankbaarheid ook jegens die vader, vind je op allerlei manieren verwerkt in het schrijverschap van Kierkegaard. En een tweede persoon die vitaal is voor Kierkegaards oeuvre is Regine Olsen. Het meisje met wie hij een jaar verloofd was. En je zou kunnen zeggen dat in een groot deel van zijn oeuvre verwerkt hij, je zou kunnen zeggen, verliefdheid, breuk en vooral ook het schuldgevoel over die breuk en verantwoording van die breuk. Maar met name ook in stadia op de levensweg, altijd in een getransformeerde vorm. Het is altijd een beetje riskant om dat soort boeken van Kierkegaard autobiografisch te lezen, want het is nooit zoals het gebeurd is, maar het is altijd omgezet in andere vormen. Vandaar dat ik het hen tweeën ook slechts kort noem. In zijn studententijd, Kierkegaard studeerde theologie, heeft hij veel getopt over wat hij met zijn leven aan moest, of hij wel de goede studiekeuze gedaan had, of hij niet beter rechten had kunnen doen, of iets in de natuurwetenschap. En in die periode schrijft hij een beroemd geworden fragment. Ja, ik zit niet aan een snoer vast, dus ik kan mij bewegen. En een zin uit dat dagboekfragment is hier in deze prezie te zien. Het komt erop aan mijn bestemming te begrijpen, te zien wat de Godheid eigenlijk wil dat ik doe. Het gaat erom de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven. Ter gelegenheid van 200 jarige sterfdag, neem me niet kwalijk, geboortedag van Kierkegaard, hebben we als redactieraad een boekje uitgegeven onder de titel Een idee om voor te leven en te sterven. En daar staat dat fragment, wat niet zomaar een bladzijde is, maar wel een tiental, 20-tal bladzijden. Hebben we dat uitgegeven voorzien van verklarende of uitleggende essays van de diverse redactieleden. Ik vind dit het wordt algemeen gezien als een heel centraal fragment uit het werk van Kierkegaard. Ik zie het ook als een belangrijk fragment vanwege die vraag daar, wat de Godheid eigenlijk wil dat ik doe. Dus daar topt hij over. Wat moet ik met mijn leven aan? Wil ik dat leven een beetje zinvol maken? Wij hebben achteraf makkelijk praten. Want wij weten wat hij gedaan heeft. Dus hij wilde weten wat hij moest doen. En nu zijn leven gepasseerd is, weten we wat hij gedaan heeft. Een beroemd en vooral ook mooi zinnetje van Kierkegaard vind ik, een soort kritiek op Hegel. Namelijk, het leven kan achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd. Wel, hij stond aan het begin van het leven en hij moest allerlei moeilijke existentiële beslissingen nemen. En ik heb gelukkig
achteraf makkelijk praten. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft geschreven. Zie hier een afbeelding. Kierkegaard in het koffiehuis. En wat doet hij? Schrijven. En wat hebben wij daar aan overgehouden? Een vrij nieuwe, complete Deense uitgave van het verzameld werk, waarvan hier een beperkt aantal delen te zien is, want het geheel is breder dan ik kan aangeven. Is namelijk 2 meter. Dus hij heeft 2 meter tekst. Dan moet ik toegeven dat er ook wel het een en ander aan commentaar op het werk in die bladzijde zit. Maar goed, Kierkegaard heeft dus heel veel geschreven. Ik denk dan altijd aan Mozart, die ontstellend veel noten op papier moet hebben gezet. En je kunt je al niet voorstellen dat iemand dat gedaan heeft met zijn hand. Iets soortgelijks is met Kierkegaard als schrijver aan de hand. De man heeft zoveel geschreven en zo divers. Heel veel dagboekaantekeningen die zijn uitgegeven. Religieuze geschriften en daarnaast ook een grote hoeveelheid pseudonieme werken. Maar hij zat daar wel mee. Dat hij dat schrijven, hij zegt ook ergens, of schrijft ergens, dat de momenten zijn waarop hij gelukkig is. En Kierkegaard was niet het zonnetje in huis. Je zou kunnen zeggen dat schrijven, dat was voor hem een soort verlichting van het lijden. Hij was eigenlijk alleen maar gelukkig wanneer hij schreef. Maar hoe kon hij vanuit zijn religieuze achtergrond en vanuit zijn opvattingen over belletrie, over romans, over gedichten, hoe kon hij verantwoorden dat hij schrijver werd? En hoe kon hij verantwoorden dat dat is wat de godheid wilde dat hij zou doen? Thomas Mann in Dr. Faustus, daar zegt notabene de duivel, hij zegt in Dr. Faustus over Kierkegaard, dat is die christen die zo van esthetica houdt. En dat is een mooie formulering van het probleem waar Kierkegaard mee zat. Hij wilde christen zijn, maar hij hield zo van esthetiek. Ik denk dat we aan dat probleem zijn oeuvre te danken hebben en ook het bijzondere karakter van zijn oeuvre. In een van zijn werken, Afsluitend onwetenschappelijk naschrift, daar schrijft hij een nawoord bij. Op zich alweer grappig natuurlijk, dus het boek zelf. Hoeveel bladzijden erop? 800? Oké. Dus dat boek zelf, 700, 800 bladzijden, dat heet een naschrift. En bij dat naschrift schrijft hij ook nog eens een nawoord. En ik denk dat wanneer je het nawoord gehad hebt, er nog wel iets komt. Dat is typisch Kierkegaard. Inleidingen, voorwoorden, altijd nabeschouwend wat hij aan het doen is geweest, wat hij zal gaan doen. Een en al reflectie. In het nawoord bij het afsluitend onwetenschappelijk naschrift schrijft hij: voor de goede orde erken ik hierbij iets dat nauwelijks iemand kan interesseren. Dat is al belangrijk overigens. Dat ik, zoals men beweert, en dat tussenzinnetje kom ik straks op terug, dat ik, zoals men beweert, de auteur ben van of, onder het pseudoniem Victor Eremita, verschenen in Kopenhagen 1843, vrees en beven, Johannes de Silentio 1843, dan staat er herhaling, maar dat moet herhaling zijn, uiteraard. En die herhaling zit ook al in het pseudoniem Constantin Constantius. Welk jaar? 2 keer raden, ook nog maar eens in 1843. Het begrip angst, 1844, voorwoorden, 1844, filosofische kruimels, 1844, stadia op de levensweg, 1845. Afsluitend onwetenschappelijk naschrift bij filosofische kruimels, Johannes Climacus. Heel veel pseudonieme werken. Dat zijn de werken die hij hier opzond, waarvan hij even moet zeggen dat hij daarvan inderdaad
iets dat nauwelijks iemand kan interesseren, maar dat hij daar, zoals men beweert, de auteur van is. Want daarnaast heeft hij ook nog tegelijkertijd onder eigen naam religieuze geschriften geschreven, stichtelijke toespraken. Dit geheel, stadie op de levensweg, begint met een drinkgelag, een symposium, à la dat van Plato en ook bij Kierkegaard over de liefde, zoals heel stadie op de levensweg over de liefde gaat. Dit hele oeuvre is eigenlijk, zoals we dat daar zien staan, eigenlijk ook een symposium. In het Nederlands is ooit het dagboek van de verleider los verschenen. Arbeiderspers of van Oorschot, op naam van Kierkegaard. Dat zijn uitgaven die buitengewoon, ik bedoel, die fantastisch zijn. Want hele goede vertalingen, goede boeken enzovoort. Maar ook een beetje bedriegelijk kunnen zijn, want denk niet dat daar Kierkegaard aan het woord is. Daar is Kierkegaard ongeveer aan het woord, zoals W.F. Hermans aan het woord is wanneer zijn romanfiguren spreken. Dus hier zijn allerlei personages aan het woord. En dat is een totaal symposium over allerlei vitale en existentiële kwesties. Daarnaast dus religieus werk. En zelf duidt Kierkegaard dat geheel achteraf als religieus. Dus er zijn uitgesproken religieuze geschriften op eigen naam. En er zijn pseudonieme werken die niet zo religieus lijken vaak. Maar zegt Kierkegaard, die hele onderneming, en op die manier kan hij het verantwoorden, die hele onderneming was toch de onderneming van een religieuze auteur. Rob zal daar straks ongetwijfeld meer over vertellen. Hier ziet u stadia op de levensweg. Excuses voor het icoontje van bol.com, maar ik moet het ergens vandaan halen, zo'n beeld. Zo vinden wij dat bij de boekhandel, of zo hebben wij dat in de boekenkast staan. En we geven dat natuurlijk uit onder de naam Kierkegaard, want dat verkoopt. Maar de naam die daaronder staat, Hilarius Bockbinder, dat is de naam waaronder de mensen in de boekhandel in Kierkegaards tijd in Kopenhagen het boek aantroffen. Dus in die titelpagina, de oorspronkelijke Deense uitgave, daar komt Kierkegaard niet. Er zit geen enkele verwijzing in het hele boek naar die auteur. Er is een iemand die het heeft uitgegeven, die niet voor niks de naam Bockbinder heeft, die in de rol ook eigenlijk een heel onnozele rol vervult. Dat is hoe zijn lezers het aantroffen. En waarom? Omdat Kierkegaard, zo legt hij uit, hij trekt terug. Het is aan de lezer om de eigen positie in dat hele symposium te herkennen en vervolgens ook dan tegen de zwakheden van de eigen positie aan te lopen wanneer weer een ander pseudoniem het woord. Dus er is een soort discussie gaande tussen de pseudoniemen. En sommige standpunten zijn voor Kierkegaard toch beperkter dan andere. En het idee is ook dat de lezer voor zichzelf moet uitmaken, waar zit ik nu? Veel van zijn boeken heeft hij ook opgedragen aan, ik citeer, de enkeling die ik in vreugde en dankbaarheid mijn lezer noemen mag. Dat is zijn onderneming, die enkele lezer aan te spreken op hoe die lezer in het leven staat. En Kierkegaard gaat hem niet namens Kierkegaard zelf vertellen hoe dat eigenlijk zou moeten. En wij moeten ook
niet als we dat lezen, vandaar dat zijn naam ontbreekt, denken, oh, dat is dat boek van Kierkegaard. Ja, dat vindt Kierkegaard. Het is wel goed. Nee, er is geen auteur. Er zijn posities en wij kunnen onszelf daarin herkennen, daaraan storen, daaraan stoten, enzovoort. Heb ik nog 3 minuten? Zie hier, ik weet niet of dat te lezen is, ook niet echt noodzakelijk. Dat is de inhoudsopgave van de Nederlandse vertaling van Stadia op de Levensweg. Dat begint dus met een den lezer heil. Lectori benevolo, dat is Hilarius Bokbinder, die graag een beetje chic doet. Dus vandaar dat Latijn. Maar dat is het fijne van Kierkegaard, dat welk personage er ook aan bod komt of het woord voert. En hoe decadent of dom of geleerd of religieus die ook is, het gebeurt bij Kierkegaard altijd in een fantastische stijl. Dus zelfs die Hilarius Bokbinder, die toch een wat irritante, onnozele hals is, voor mijn idee. Die, als je die laatste zinnen van dat voorwoord leest, jongen, wat een mooie zinnen. Heeft Hilarius dat geschreven? Nee, ik bedoel, Kierkegaard kon dat niet laten. Het moeten altijd mooie zinnen zijn. Daarna in Vino Veritas, dat is dat drinkgelag, waar een aantal mensen gesprek voeren over de liefde. Dan iemand die het huwelijk verdedigt, dan iemand schuldig, niet schuldig, die vooral heel erg topt over het feit dat hij heeft willen liefhebben en graag gehuwd was, maar die het niet kan, die het niet gelukt is. Dit boek, naar aanleiding van Stadia, werd eigenlijk onthuld, wat eerder hier stond, wat men beweert. Of naar men beweert, of zoals men beweert. Stadia op de Levensweg is in Kierkegaards eigen tijd nauwelijks gerecenseerd in Kopenhagen. Alleen, er was in Kopenhagen een soort schandaalblaadje, Corsaren, een soort cultureel privé, waarin iedereen die in Kopenhagen iets voorstelde op cultureel en maatschappelijk gebied, die werd daarin belachelijk gemaakt. En Corsaren geeft een relatief positieve bespreking van Stadia op de Levensweg. Relatief in de zin van voor het doen van Corsaren kwam Kierkegaard er heel mooi van af. En hij schrijft dan via, bij monden van een van zijn pseudoniemen, schrijft hij een ingezonden brief waarin hij zegt dat hij zich geneert voor een positieve recensie in zo'n blad. Hij had liever gehad dat ze ook hem, net zoals al die andere mensen, gewoon belachelijk hadden gemaakt. Wel, dat heeft Corsaren niet op zich laten zitten. En die zijn vanaf dat moment een soort Kierkegaard-hetsen begonnen. Met hele akelige stukjes. En ik vind dat een beetje dubieus. Moet je die spotprenten nu laten zien of niet? Wij filosofen, wij staan altijd een beetje met lege handen als het om beeldmateriaal gaat. Dus toch maar wel. Maar daar heb ik nog een relatief vriendelijke uitgezocht. Namelijk waarin Corsaren een beeld schept van hoe Kierkegaard denkt dat hij het centrum van de wereld is. Verder wordt er spot gedreven met aantal lichamelijke gebreken. Vanaf dat moment kan Kierkegaard zich nauwelijks nog op straat vertonen in Kopenhagen. Hij wordt echt het lachertje van de stad en dat heeft hem heel diep geraakt. Vanaf dat moment schrijft hij nauwelijks nog pseudoniem werk, maar gaat hij direct in de aanval. De aanval tegen wat? De aanval tegen één, wat hij noemt de publieke opinie. De pers, de massa, heel in het algemeen het onpersoonlijke in de cultuur dat altijd een bedreiging is voor de enkeling.
Ik lees zelf ook kranten en ik heb, vrees ik, heel veel meningen. En soms heb ik hele pittige meningen over mensen die ik niet ken. Hoe kom ik daaraan? Van Gaal zou zeggen, de media. En Van Gaal heeft in elk geval, in dat geval, gelijk. Als u de Volkskrant heeft, achterop, dag in dag uit, hè, daar staat een soort nepnieuws. Er staat een soort nep-interview met Van Gaal, waarin zij zijn typerende zinnen nou van Van Gaal nemen. Nou, wat Van Gaal daar over de media zegt, in vergelijking tot de werkelijkheid, het concrete leven of hoe het in feite toegaat, Kierkegaard zou het gezegd kunnen hebben. Tweede vijand van hem vanaf dat moment, of meer en meer aan het eind van zijn leven, is de officiële, is de staatskerk van Denemarken. Dus wat hij noemt het officiële christendom, daar gaat hij eindeloos de draak mee steken. Zodoende raakt hij steeds meer geïsoleerd, komt alleen te staan en kan vanaf dat moment zijn schrijverschap zelf ook gaan zien als, en dan komt eindelijk op zijn plek wat de godheid eigenlijk van hem wil, dan kan hij het schrijverschap gaan zien als navolging van Christus, als vorm van martelaarschap. Dit ter introductie. Ook van mijn kant een heel goede avond. En ook ik wil Liesbeth en het Zoeterbeek-programma danken voor de uitnodiging. Zoals u ziet heb ik hier een embleempje gevonden van Sta je op de levensweg zonder reclame van bol.com. Dus het kan wel. Goed, zulke werken zijn als spiegels over existentiesferen en indirecte mededeling in Kierkegaards Stadia op de levensweg. Zo heb ik mijn verhaal dan maar getiteld. Ik wil beginnen met een motto, wat heel belangrijk zal blijken te zijn voor de inhoud van mijn verhaal. Een motto overigens ontleend aan Stadia op de levensweg. Zulke werken zijn als spiegels. Als er een aap inkijkt, kan er geen apostel uitkijken. Dames en heren, wat betekent het eigenlijk om mens te zijn? Dit is de vraag die Søren Kierkegaard in zijn omvangrijke en complexe oeuvre verkent en probeert te beantwoorden. Deze vraag heeft bij Kierkegaard zowel een feitelijk als een normatief karakter. De feitelijke vraag wat het betekent mens te zijn, is erop gericht te bepalen wat de mens ten diepste is. Dat wil zeggen wat het eigene van de mens is ten opzichte van bijvoorbeeld dolfijnen, nachtvlinders, grassen en rooidonders, juichbakken. De normatieve vraag wat het betekent mens te zijn, is erop gericht te bepalen wat echt of authentiek of goed mens zijn is. Kierkegaard onderzoekt in zijn werken dus zowel wie of wat de mens is, als wat echt goed mens zijn is. Kierkegaards antwoorden op de vraag wat het betekent mens te zijn, zijn complex en talrijk. Het is daarom onmogelijk om daaraan in deze lezing recht te doen. Maar wat absoluut centraal staat in Kierkegaards oeuvre is het idee dat we het menselijk bestaan kunnen verdelen in een aantal stadia. De zogenaamde stadia op de levensweg. Sterker nog, vaak is deze stadialeer het enige dat mensen weten van Kierkegaards denken. Vanavond wil ik aan de hand van de onlangs bij uitgeverij Damon verschenen nieuwe vertaling van Stadia op de levensweg Kierkegaards stadialeer uitwerken en bij die uitwerking enkele kritische kanttekeningen plaatsen. Deel 1. Kierkegaards stadialeer op basis van Stadia op de levensweg. Kierkegaards onderscheid tussen verschillende stadia van het mens zijn en de daarachterliggende idee van de ontwikkeling van het menselijk bestaan is historisch gezien niet uitzonderlijk. Ook Kierkegaards filosofische tijdgenoten Hegel, Marx en Comte zijn namelijk bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van de mens. Echter, anders dan de genoemde auteurs is Kierkegaard niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van de samenleving of van de mensheid, maar in de ontwikkeling van de concrete individuele mens. Degene die Kierkegaard de enkeling noemt. De zojuist genoemde Franse filosoof Auguste Comte, van wie men ook vaak alleen weet dat hij een stadialeer ontwikkelde, beschrijft de ontwikkeling van de samenleving als het doorlopen van drie stadia. Een theologisch, een metafysisch en een positief stadium. Kierkegaards beschrijving van de ontwikkeling van de enkeling
onderscheidt eveneens tussen drie stadia. Het esthetische, het ethische en het religieuze stadium. Het is natuurlijk interessant om te zien dat Comte het religieuze stadium als het eerste, meest primitieve stadium aanmerkt, terwijl het voor Kierkegaard het laatste, meest ontwikkelde stadium is. Bovendien is de ontwikkeling die door Hegel, Marx en Comte beschreven wordt een noodzakelijke ontwikkeling. Dat wil zeggen, de ontwikkeling van de mensheid of van de samenleving vindt plaats zonder dat mensen daar uiteindelijk zelf controle over hebben. Kierkegaard echter benadrukt in zijn werken voortdurend dat de mens zijn of haar ontwikkeling tegen kan houden. In zijn belangrijke boek De ziekte tot de dood merkt hij op dat deze groei en ontwikkeling niet, ik citeer, vanzelf komen met de jaren zoals tanden een baard en dergelijke. Einde citaat. De mens kan zijn of haar gehele leven doorbrengen in het eerste, meest primitieve stadium. Sterker nog, dat gebeurt volgens Kierkegaard maar al te vaak. Deze vergelijking tussen Kierkegaard en een aantal van zijn filosofische generatiegenoten is vanzelfsprekend veel te beperkt. Maar ze heeft toch het een en het ander duidelijk gemaakt. Het is Kierkegaard in zijn werken te doen om de ontwikkeling van de enkeling. Een ontwikkeling die niet noodzakelijk is en die beschreven kan worden aan de hand van drie stadia. Want nu, het zijn deze drie stadia van de menselijke existentie waar het in stadia op de levensweg om draait. In dit lijvige boek worden het esthetische, het ethische en het religieuze stadium uitgewerkt in de drie met deze stadia corresponderende delen. En zoals we hebben gezien bij de inhoudsopgave die Onno zojuist liet zien. Hoewel we natuurlijk moeten opmerken dat het derde en laatste deel van de stadia niet, zoals we nog zullen zien, het religieuze stadium als zodanig weergeeft, maar het grensgebied tussen het ethische en het religieuze. Voordat we zullen kijken naar de inhoud van die drie stadia, moeten we onszelf echter de vraag stellen wat Kierkegaard eigenlijk bedoelt met de notie stadium. Het is belangrijk om te zien dat Kierkegaard zelf, ondanks de titel Stadia op de levensweg, deze term niet vaak hanteert. Veel vaker spreekt hij over levensvisie. We moeten de stadia dan ook begrijpen als duidelijk onderscheiden levensvisies of levenshoudingen, die het bestaan beschouwen en van waaruit het leven geleefd wordt, aan de hand van duidelijk onderscheiden criteria. Toegegeven, dit is nogal een abstracte bepaling, maar ik probeer die concreter te maken in wat volgt. Wat houden die verschillende stadia of levensvisies nu precies in? Het esthetische stadium. Het eerste deel van het boek, In Vino Veritas genaamd, betreft een verhaal, sterk geïnspireerd op Plato's Symposium, over een vijftal mannen die een gastmaal houden op een locatie midden in een afgelegen bos. De vijf mannen zijn een jonge man, niet bij naam genoemd, een couturier waarvoor hetzelfde geldt, Constantin Constantius, de pseudonieme auteur van Kierkegaards De Herhaling, Victor Eremita, de pseudonieme uitgever van Kierkegaards Of-Of, en Johannes de Verleider, de hoofdpersoon uit het bekende dagboek van een verleider uit Of-Of. We zien hier dus hoe Kierkegaard een aantal eerder door hem ten tonele gevoerde personages samenbrengt op een feestmaal. Tijdens dit feestmaal speelt een daar aanwezig orkest delen uit Mozart's Don Juan, is er gezorgd voor een overvloed aan heerlijk eten en vloeit de wijn rijkelijk. Ter afsluiting van het gastmaal stelt Constantin Constantius voor dat iedereen, zoals in Plato's Symposium, een toespraak houdt over de liefde. De voorwaarde die hij stelt is dat niemand het woord krijgt voordat hij zoveel gedronken heeft dat hij de macht van de wijn kan merken. In vino veritas. Wat volgt zijn vijf toespraken over de liefde? Die toespraken hebben allemaal een andere inhoud, maar laten wel enkele grondtrekken van de esthetische levensvisie zien. Als ook van de verschillende manieren om op esthetische wijze te existeren. Omwille van de tijd bespreek ik alleen de eerste en de laatste toespraak. Als eerste is de anonieme jonge man aan het woord. Hij blijkt een buitengewoon intelligente, maar ook zeer rationele persoon te zijn. Zijn houding ten aanzien van de liefde is duidelijk samengevat in de volgende woorden. Ik ben niet bereid me over te geven aan een indruk alvorens te hebben doorgrond wat voor een macht het is waaraan ik mij eventueel uitlever. En even later voegt hij daaraan toe. Iemand liefhebben wil ik niet voordat ik het begrip liefde volledig heb doorgrond. Hij probeert dus de liefde te doorgronden, maar concludeert al snel dat ze wezenlijk onbegrijpelijk is. Dat de liefde onbegrijpelijk is, is echter niet alleen de conclusie van een buitenstaander, zoals de jonge man, maar ook van mensen die zich binnenin de liefde bevinden. Waarom je nu juist van deze ene specifieke persoon houdt, is uiteindelijk onverklaarbaar. Dat is iets wat ieder mens uiteindelijk zal beamen. Het punt is echter dat geliefden
deze onverklaarbaarheid zien als een bewijs voor het diepe en schitterende karakter van de liefde. Terwijl het voor de jonge man een teken is van de riskante, zelfs gevaarlijke aard van de liefde. Mensen die verliefd zijn en van iemand houden gedragen zich maar vreemd. Komisch en belachelijk, stelt de jonge man. Het is daarom verstandig je maar niet aan de liefde over te geven. De laatste toespraak op het feestmaal wordt verzorgd door Johannes de Verleider. Zijn reden heeft een radicaal andere inhoud. Anders dan de jonge man staat Johannes niet buiten de liefde, maar staat hij er middenin. Anders dan de jonge man, hij beschrijft zichzelf als eroticus en wil tijdens zijn leven van zoveel mogelijk vrouwelijk schoon genieten als maar mogelijk is. Johannes drukt het verschil tussen zijn eigen opvattingen over de liefde en die van de jonge man treffend uit wanneer hij zegt: onze jonge vriend wil de kus denken. Hij kan een conditorkus kopen en die bekijken. Ik wil genieten, geen gezeur. Overigens, dat vreemde Deense woord dat daar staat, dat is in de nieuwe vertaling vertaald als negerzoen. Maar goed, dat is natuurlijk een woord dat we niet meer mogen gebruiken. Dus ik heb maar het Deense alternatief gebruikt. Maar u begrijpt in ieder geval de strekking van het citaat. Ik wil genieten, geen gezeur. Dat is een goede samenvatting van de positie van Johannes de Verleider. Echt genieten van de vrouw betekent volgens Johannes zoveel mogelijk vrouwen verleiden en intensief beminnen. En dat is heel belangrijk, je aan geen van hen ooit committeren. Dit laatste illustreert hij aan de hand van een mythe over de schepping van de vrouw. Oorspronkelijk, zo vertelt Johannes, bestond alleen de man. De goden hadden hem echter zo uitmuntend en krachtig gemaakt dat ze jaloers en zelfs bevreesd werden voor hem. In een poging hem te bedwingen hebben zij toen de belichaming van het verleidelijke geschapen, de vrouw. En de list van de goden lukte. Zeer veel mannen werden verleid en raakten daarmee in de ban van het huwelijk. Johannes merkt daarom op: met het huwelijk zegevierden de goden. Er zijn echter, zo meent Johannes, in alle tijden mannen geweest die het gevaar doorzagen. Dit zijn de erotici, de verleiders, die wel van de vrouw genieten, maar niet in de val van het huwelijk zijn getrapt. Deze twee voordrachten zijn, zoals duidelijk is, zeer verschillend. Terwijl de ene een steeds op veilige afstand reflecteert over de liefde, geeft de ander zich hartstochtelijk over aan de erotische liefde. Toch kunnen we beide beschouwen als belichamingen van de esthetische levensvisie. Dat komt omdat, ondanks Johannes' kritiek op de jonge man, beiden uiteindelijk beschouwd moeten worden als buitenstaanders. In het geval van de jonge man is dit natuurlijk duidelijk, maar het geldt even goed voor Johannes de Verleider. In zijn poging om zoveel mogelijk te genieten, moet hij het immers kosten wat kost voorkomen om zich aan een vrouw te verbinden. Hij kan zichzelf met andere woorden nooit helemaal geven. Maar moet er altijd voor waken niet te dichtbij te komen. Het wezenlijke van het esthetische stadium is dan ook het zich niet verbinden aan het leven. Altijd de veilige ironische afstand bewaren. Kierkegaard schrijft daarom ook wel dat de esthetische mens zich in zijn of haar leven laat leiden door de categorie van de mogelijkheid. En zijn schets van de jonge man en Johannes laat zien dat deze levensvisie zowel bij heel reflectieve mensen, zoals de jonge man, als bij zeer verlangende naturen, zoals Johannes de Verleider, aanwezig kan zijn. Nadat Johannes zijn toespraak heeft afgerond, verlaten de gasten de afgelegen plek in het bos. Tussen haakjes gezegd is dit een van Kierkegaards prachtige manieren om nog eens duidelijk te maken dat het leven van de estheet het leven van een buitenstaande is. En zij wandelen terug richting de bewoonde wereld. Terwijl ze door het bos wandelen, komen ze bij een omheinde tuin met daarin een prieel. Ze horen stemmen en besluiten vanuit de struiken naar binnen te gluren. Victor Eremita, de pseudonieme uitgever van Of-Of, herkent ze. Het blijken rechter Wilhelm, de pseudonieme auteur van het tweede deel van Of-Of, en zijn vrouw te zijn. En dus we zien hier hoe Kierkegaard op een prachtig, ingenieuze manier een literair spel speelt. Wanneer zij het prieel verlaten, glipt Victor Eremita naar binnen en ontdekt daar een manuscript van Wilhelm. Dit manuscript vormt het tweede deel van Stadia op de levensweg en drukt het ethische stadium uit. Het ethische stadium. Het is naar Johannes' voordracht natuurlijk niet toevallig dat de estheten rechter Wilhelm en diens vrouw tegenkomen. Het huwelijk vormt de kern van Wilhelms betoog in het tweede deel van Stadia op de levensweg en is het voorbeeld aan de hand waarvan hij de esthetische levensvisie karakteriseert en het verschil met de esthetische levensvisie, zoals we die in het eerste deel van het boek hebben leren kennen, duidelijk maakt. Wilhelms betoog draagt de wat onduidelijke, maar tegelijkertijd toch ook wel veelzeggende titel Allerlei over het huwelijk tegen bedenkingen.
In deze tekst bespreekt Wilhelm een aantal bedenkingen tegen het huwelijk en tracht hij die te pareren. Hij onderscheidt tussen twee soorten bedenkingen. Ten eerste de volgens Wilhelm vrij zeldzame bedenking tegen de verliefdheid in het algemeen. Die bedenking zouden we als volgt kunnen formuleren. Het is onverstandig om een huwelijk aan te gaan, want het is sowieso onverstandig om zich in het leven met liefde in te laten en verliefd te worden. We herkennen hierin natuurlijk direct de toespraak van de jonge man tijdens het feestmaal. Wilhelm beschrijft dit bezwaar als een voorbeeld van de doorgeschoten reflectie in onze cultuur. Dat wil zeggen, alles moet eerst tot op de bodem uitgezocht of doordacht worden, net zolang totdat we op onbetwijfelbare principes of ideeën stuiten. En pas dan kunnen we een keuze maken. Maar met betrekking tot de verliefdheid en een heleboel andere zaken in het leven is dat natuurlijk onzin. Wilhelm merkt daarom op dat degene die zich naar de erotiek of verliefdheid toe wil denken, precies doordat hij zich er naartoe wil denken, zich er feitelijk vandaan denkt. Hij of zij blijft door het reflecteren noodzakelijkerwijze een buitenstaande en komt niet vooruit. Zo iemand, schrijft Wilhelm, heeft die onmiddellijkheid verloren die een mens door het leven draagt. Die onmiddellijkheid die een mens steeds een stukje verder brengt. Dit eerste bezwaar tegen het huwelijk, nogmaals, het is onverstandig om een huwelijk aan te gaan, want het is onverstandig om je met liefde in te laten, is dus gemakkelijk te pareren. Net zo min als we waarde hechten aan de voetbaltips van iemand die een boek over voetbal heeft gelezen, maar nog nooit zelf gevoetbald heeft, hebben we geen enkele reden om de bezwaren over liefde serieus te nemen van iemand die zo reflectief is dat hij of zij zich nog nooit aan de liefde heeft kunnen overgeven. De tweede en ook in onze tijd veel frequenter gebruikte bedenking tegen het huwelijk kunnen we met een Nederlands spreekwoord formuleren als: het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Dit bezwaar legt, in tegenstelling tot het eerste, juist alle nadruk op de verliefdheid en de erotiek en stelt dat we dit definitief opgeven wanneer we een huwelijk aangaan. In dit bezwaar herkennen we natuurlijk de toespraak van Johannes de Verleider, die betoogt dat we ons in de liefde niet moeten committeren, dat we het nemen van een besluit ten alle tijde moeten voorkomen. Wilhelms reactie op dit bezwaar is zeer uitgebreid, maar het draait uiteindelijk om twee stellingen. 1. In het huwelijk spelen de verliefdheid en de erotiek wel degelijk een rol. En 2. Het onvoorwaardelijke besluit om je leven met een ander te delen doet recht aan wie de mens ten diepste is. Dat in het huwelijk het zinnelijke, de verliefdheid of de erotiek, wel degelijk van belang is, maakt Wilhelm duidelijk. Dus dat is een reactie, een uitwerking van de eerste stelling. Dat het in het huwelijk het zinnelijke wel degelijk van belang is, maakt hij duidelijk door te schrijven dat voor hem de schoonheid van zijn vrouw in de loop der jaren alleen maar groter is geworden. Weliswaar maakt het voortschrijden van de tijd langzaam een einde aan de schoonheid zoals die door de wereld en, zoals hij zegt, door dweepzieke jongelingen wordt geprezen. Maar voor de echtgenoot of echtgenote wordt de schoonheid van zijn of haar partner steeds dieper. Hij schrijft: is het bij menselijke pronkobjecten een bewijs van volmaaktheid dat ze van een afstand gezien het beste tot hun recht komen? Is het een onvolmaaktheid bij de bloem des velds dat ze bij microscopische waarneming steeds fraaier, steeds fijner, steeds delicater wordt? En zoals je in de loop der jaren steeds maar meer schoonheid in je partner zult ontdekken, zal ook je liefde zich steeds verder verdiepen. Over zijn eigen situatie schrijft Wilhelm daarom: en wanneer ik nu als echtgenoot na 8 huwelijksjaren mijn hoofd tegen haar schouder leg, ben ik geen criticus die een bepaalde aardse schoonheid bewondert of juist mist. Ook ben ik geen dweepzieke jongeling die haar boezem bezinkt. En toch word ik even diep bewogen als de eerste keer. Bovendien doet een onvoorwaardelijk besluit, zoals dat in het huwelijk uitgedrukt is, het meeste recht aan ons mens zijn. De tweede stelling van Wilhelm. De estheticus, zoals bijvoorbeeld Johannes de Verleider, wil wel de verliefdheid, maar niet het besluit. Iemand die alleen maar op zinnelijke of erotische wijze wil genieten van de ander, maar zich niet aan de ander wil committeren, meent radicaal vrij te zijn. Maar de waarheid is, paradoxaal genoeg, dat, ongeveer zoals Immanuel Kant ook betoogde, hij of zij slaaf is van zijn verlangende natuur. Zo iemand laat zich leiden, let op die formulering, zo iemand laat zich leiden door zijn of haar impulsen. Het besluit te nemen, je onvoorwaardelijk te verbinden met je geliefde, is daarentegen pas echt een teken van vrijheid. Je bent in dat geval autonoom, in min of meer Kantiaanse zin. Je legt jezelf de wet van het huwelijk op. Het huwelijk is volgens Wilhelm dus de sterke combinatie van verliefdheid, zinnelijkheid en besluit, vrijheid. Die beide elementen moeten aanwezig zijn.
Een huwelijk dat niet tot stand is gekomen door een radicaal besluit is geen huwelijk, maar esthetische dweperij. En een huwelijk waarin geen verliefdheid of erotiek aanwezig is, is een kil verbond. Maar precies omdat het huwelijk deze combinatie is, correspondeert ze perfect met wie de mens is. De mens is namelijk zowel een zinnelijk wezen als een vrij wezen. Om die reden beschrijft Wilhelm het huwelijk dan ook als het schone midden. Het is nu hopelijk duidelijk in welk opzicht het ethische stadium zich onderscheidt van het esthetische stadium. De esthetische persoon is per se een buitenstaander, omdat hij of zij zich nooit ergens op beslissende wijze aan kan verbinden. Terwijl de ethische persoon juist iemand is die zich wel committeert. Het is echter nog niet helemaal duidelijk geworden waarom het ethische stadium ethisch genoemd wordt. Laat ik dat aan de hand van hetzelfde voorbeeld van het huwelijk illustreren. Wanneer ik ervoor kies me een leven lang te verbinden met deze specifieke persoon, beschouw ik mezelf vanaf dat moment op onvoorwaardelijke wijze als echtgenoot. In dat geval gaat het me aan het hart, zegt het iets over wie ik ten diepste ben, of ik een goede echtgenoot ben. De normen die verbonden zijn met het huwelijk hebben vanaf dat moment betrekking op wie ik ben. Wanneer ik mijn vrouw niet trouw ben of op een andere manier een potje maak van ons huwelijk, beantwoord ik niet aan de normen die ik mezelf met het huwelijk heb opgelegd. Of anders gezegd, pas vanaf het moment dat ik mezelf onvoorwaardelijk als echtgenoot beschouw, wordt het mogelijk schuld en berouw, wat morele ervaringen zijn, te ervaren. Dit is voor de estheet onmogelijk, omdat hij of zij zichzelf immers niet committeert en dus geen norm op zich neemt in het licht waarvan hij of zij in gebreken blijft of kwaad doet. Het religieuze stadium. Volgens Kierkegaard is er echter nog een stadium na het ethische stadium. Het hoogste leven dat de mens kan leven is niet een leven waarin de mens zich committeert aan zijn of haar partner, aan zijn of haar werk, aan zijn of haar vrienden en wat iets meer zij, maar een religieus leven. Deze wordt door Kierkegaard uitgewerkt in het derde en laatste deel van Stadia op de levensweg. Dit deel met de weinig opbeurende titel Schuldig, Onschuldig, een leidersgeschiedenis, bevat een dagboek geschreven door ene Quidam, wat dan zoiets veel betekent als een zekere man, en de reflecties daarop door ene Frater Taciturnus, broeder de zwijger. Quidam schrijft in zijn dagboek over zijn ongelukkige liefdesgeschiedenis met een meisje die verder niet bij naam genoemd wordt. Hij is zeer verliefd op haar en met haar verloofd, maar kent diepe twijfels. Niet of zij wel de juiste is voor hem. Hij schrijft ergens, ik citeer, met haar trouw ik of ik trouw in het geheel niet, einde citaat. Maar de twijfels of hij wel geschikt is voor het huwelijk met haar, spelen hem parten. Dat hangt vooral samen met zijn zwaarmoedigheid. Hij schrijft dat hij ervoor vreest haar te, ik citeer, verzwakken en verbrijzelen door haar in mijn lijden in te wijden, einde citaat. Ook zijn zij in allerlei fundamentele opzichten heel erg verschillend. Na lang wikken en wegen en zichzelf gepijnigd te hebben met zijn zorgen, besluit hij de verloving te verbreken. En hierover voelt hij zeer veel berouw. In zekere zin, zouden we kunnen zeggen, is het ethische stadium naïef. Misschien was dat ook uw indruk toen ik u zojuist vertelde over Wilhelms kijk op het huwelijk. Het meest duidelijk wordt dat wel in Wilhelms stelling dat de verliefdheid, of het zinnelijke of het erotische, zonder enige twijfel in het huwelijk bewaard blijft, ja zelfs dieper is dan buiten het huwelijk. Dit optimisme is een voorbeeld van een fundamentele naïviteit die er volgens Kierkegaard in bestaat dat de ethische mens meent dat de idealiteit zich zonder problemen in de werkelijkheid laat realiseren. Zoals ik eerder opmerkte, word je je bewust van eisen en idealen op het moment dat je je committeert. Op een goede of voortreffelijke wijze je werk doen, vriend of vriendin zijn, echtgenoot of echtgenote zijn, eist iets van de mens. Welnu, de naïviteit van de ethische mens bestaat erin dat hij of zij meent dat deze zaken zich betrekkelijk probleemloos laten realiseren. We moeten ons er een beetje voor inspannen, zo meent de ethicus, maar het goede leven is maakbaar. In dit geval, zo gelooft Kierkegaard, verlies je de weerbarstige praktijk van het leven uit het oog. Met andere woorden, als je als ethisch mens oprecht bent, dan zul je zowel de verhevenheid van eisen en idealen als de fundamentele menselijke tekortkomingen serieus moeten nemen. En als je dit doet, dan kan het niet anders of je zult, zoals Quidam, berouw en schuld ervaren. De ervaringen van diepe schuld en berouw en het daarbij behorende besef van de idealen in het licht waarvan je tekortschiet, is de drempel naar het religieuze stadium. Quidam staat op die drempel en, heel belangrijk, blijft op die drempel staan.
Dat wil zeggen, hij wordt verscheurd door berouw over hoe zijn liefdesgeschiedenis is verlopen en kwelt zichzelf met de gedachte aan het onrecht dat hij zijn geliefde gedaan heeft. En hoewel het berouw in eerste instantie slechts gericht is op zijn liefdesgeschiedenis, krijgt het na verloop van tijd betrekking op zijn gehele leven. Want voor berouw geldt, zo schrijft Frater Taciturnus, ik citeer, geef men het een vinger, dan neemt het de hele hand. Einde citaat. Kidams leven wordt zo geheel getekend door het besef tekort te schieten. Maar precies doordat hij op die drempel blijft staan, kunnen we volgens Frater Taciturnus niet zeggen dat hij een voorbeeld is van een religieus mens. Het religieuze stadium kenmerkt zich namelijk door het geloof in de vergeving van zonden. En dat is nu juist wat Kidam ontbreekt. Kidam sluit zich in zichzelf op en wordt verteerd door berouw en kan niet geloven dat hij ooit nog van zijn schuldgevoelens af zal komen. We zien dus dat stadium op de levensweg afbreekt vlak voor het religieuze stadium. Frater Taciturnus noemt de vergeving van zonde een probleem en merkt op: de idee der zondevergeving gaat zowel mijn verstand als mijn vermogens te boven. Net als in Vrees en Beven voert Kierkegaard hier een pseudoniem ten tonele dat zelf niet religieus is, maar van buitenaf naar het religieuze stadium kijkt en daarom over de inhoud van het religieuze leven uiteindelijk moet zwijgen. Vergelijk de beide pseudoniemen Frater Taciturnus, broeder de Zwijger, en Johannes de Silentio. Het religieuze stadium, zo maakt Frater Taciturnus duidelijk, belichaamt onder andere een oplossing voor het schuldprobleem dat uiteindelijk onvermijdelijk wordt in het ethische stadium. Maar hoe het dit probleem oplost en wat dat met God te maken heeft, is van buitenaf uiteindelijk niet te begrijpen. Over dat religieuze stadium is overigens nog veel meer te zeggen dan dat ik nu zeg. Misschien dat we zometeen in het gesprek daar nog wat uitvoeriger over zullen spreken. Goed, dit was het eerste deel van mijn lezing. De twee volgende delen zullen minder lang zijn. Was het te volgen, zover? Ook qua tempo? Nee, te snel. Te snel? Oké. Dan zal ik iets langzamer spreken. Deel 2. Maieutiek en Kierkegaards kritiek op het objectiviteitsideaal. Ik herhaal het motto waarmee ik deze lezing begon. Zulke werken zijn als spiegels. Als er een aap inkijkt, kan er geen apostel uitkijken. In zekere zin, dames en heren, heb ik Kierkegaards stadia op de levensweg in het voorgaande als een aap bekeken. Want hoewel u erop mag vertrouwen dat mijn karakterisering van de inhoud van de drie stadia correct is, staat mijn werkwijze op zeer gespannen voet met Kierkegaards filosofisch-theologische project. De notie stadialeer, die ik in het voorgaande regelmatig gebruikte, is daarvan het beste voorbeeld. Ik heb Kierkegaards project feitelijk gepresenteerd als een filosofische theorie over menselijk leven, een systeem, anders dan maar ook vergelijkbaar met dat van Comte, Hegel en Marx. Kierkegaard heeft in zijn werken echter getracht iets radicaal anders te doen. Wie, zoals ik gedaan heb, aan de verleidelijke neiging toegeeft Kierkegaards denken te karakteriseren in termen van een objectieve stadialeer, maakt daarmee duidelijk Kierkegaard ten diepste niet te hebben begrepen. In wat volgt zal ik proberen dat duidelijk te maken. Kierkegaards centrale vraag, wat betekent het om mens te zijn, komt niet uit de lucht vallen. Hij meent namelijk dat de moderne mens vergeten is wat het betekent om mens te zijn. Sterker nog, in de moderniteit treffen we volgens Kierkegaard, ik citeer, in plaats van mensen overal fantastische abstracties aan. Einde citaat. Deze stelling maakt deel uit van een meer algemene kritiek op de moderniteit. Die moderniteitskritiek draait ten diepste om de overtuiging dat alles objectief zou moeten zijn. Objectiviteit zegt vooral iets over de wijze waarop wij de werkelijkheid benaderen. En Kierkegaards kritiek luidt dan ook dat wij moderne mensen op een heel bepaalde en vooral heel eenzijdige manier naar de werkelijkheid zijn gaan kijken. Het objectief wetenschappelijk perspectief dat zo dominant is geworden in de moderniteit beschrijft hij in een ongepubliceerde notitie als theocentrisch. Daarmee bedoelt hij dat de moderne mens ernaar streeft de werkelijkheid sub specie aeterni, dat wil zeggen vanuit het perspectief van de eeuwigheid te beschouwen. In ons streven dit goddelijke perspectief in te nemen, zal de mens logischerwijze veel van zijn typisch menselijke perspectief los moeten laten. Anders gezegd, ik mag mijn blik op de werkelijkheid niet laten bepalen door mijn persoonlijke belangen, mijn persoonlijke verlangens, mijn angsten, mijn houdingen, mijn projecten enzovoort.
Dit alles moet als belemmering terzijde worden geschoven. Kierkegaards stelling dat we in de moderniteit fantastische abstracties aantreffen in plaats van mensen, moeten we dan ook zo begrijpen dat de moderne mens in zijn streven een voortdurend zo objectief mogelijk standpunt in te nemen, steeds afstand neemt van de subjectieve dimensie van zijn mens zijn. En dat betekent dat hij vergeten is dat mens zijn veel meer omvat dan het objectieve, abstracte, goddelijke perspectief dat hij tracht in te nemen. De moderne mens, zo meent Kierkegaard, is een abnormaliteit, omdat zijn toenemende objectiviteit niet gepaard gaat met een toenemende aandacht voor zijn subjectiviteit. Het is belangrijk om te zien dat Kierkegaard zich niet tegen het streven naar objectiviteit als zodanig verzet. Hij is zelf zeer geïnteresseerd in de natuurwetenschap, dat hoorden we zojuist al in de lezing van Onno, en onder de indruk van haar prestaties. Zijn kritiek is daarentegen gericht op de in de moderniteit sterke tendens om alles vanuit objectief wetenschappelijk perspectief te benaderen. Die kritiek wordt mijns inziens ingegeven door twee fundamentele overtuigingen. In de eerste plaats zijn er, in tegenstelling tot wat de moderne mens geneigd is te denken, zaken die niet inzichtelijker of begrijpelijker worden door ze steeds vanuit een nog abstracter, objectiever perspectief te bekijken. Een heel mooi voorbeeld betreft de wijze waarop Kierkegaard onder het pseudoniem Johannes Climacus reflecteert op de vraag: wat betekent het eigenlijk om te sterven? In het afsluitend onwetenschappelijk naschrift. Vanuit een objectief perspectief bezien, zo maakt Climacus duidelijk, kan ik van alles over de dood te weten komen. Bijvoorbeeld dat de mens sterft wanneer hij in slaap valt in een ruimte gevuld met koolmonoxide. We kunnen te weten komen wat de gemiddelde levensverwachting van de mens is en op welke wijze begrafenissen doorgaans worden gehouden, etc. Ook weet ik dat de mens sterfelijk is en dat ook ik dus op een dag zal moeten sterven. Wel nu, wat ik volgens Climacus in dat geval begrepen heb, is de dood of het sterven in het algemeen. Dergelijke algemene kennis over de dood is misschien toereikend voor de mens in het algemeen, maar ik ben niet slechts een mens in het algemeen. Ik ben eveneens een concreet individu. Climacus concludeert dan ook dat ik weliswaar kan beschikken over de bovengenoemde objectieve kennis over de dood, maar hoeveel objectieve kennis ik ook verzamel, ik heb op geen enkele manier beter leren begrijpen wat het voor mij betekent om te sterven, wat het voor mij betekent dat het moment van sterven onzeker is, enzovoorts. Tweede fundamentele overtuiging. Kierkegaard is er in de tweede plaats van overtuigd, zoals we hebben gezien, dat de dominantie van het objectieve perspectief de mens tot een abnormaliteit maakt, omdat het ten koste gaat van wie we zijn als concrete, existerende individuen. Met onze eigen ervaringen, emoties, doelstellingen, verlangens, talenten, beperkingen, enzovoort, enzovoort. We zouden dus kunnen zeggen dat Kierkegaard ons attent probeert te maken op een sterke vereenzijdiging van het mens zijn. Hij probeert ons echter niet louter hierop attent te maken. Kierkegaards eigenlijke streven is erop gericht ons de subjectieve dimensie van ons menselijk bestaan opnieuw in herinnering te brengen, of anders gezegd, ons bij onze subjectiviteit te bepalen. Daarom schrijft hij, ik citeer, de persoonlijkheid. Daar moeten we naartoe. Einde citaat. De mens terug te leiden tot zijn of haar subjectiviteit, de moderne mens erbij helpen zijn of haar leven als een authentiek individu te leven, dat is de inzet van Kierkegaards auteurschap. Wel nu, hier stuiten we op het kernprobleem van Kierkegaards auteurschap. Zijn kritiek op het objectiviteitsideaal impliceert namelijk dat hij dit doel, de mens terugbrengen tot zijn of haar subjectiviteit, dat hij dit doel niet kan realiseren door een abstract, objectief antwoord te geven op de vraag: wat betekent het eigenlijk om mens te zijn? Hij kan zijn doel bijvoorbeeld niet bereiken door een onpersoonlijke, filosofische theorie uit te werken over de stadia van de menselijke levensweg. Daarmee zou hij immers het objectiviteitsideaal bekrachtigen dat volgens hem juist de grond vormt voor het feit dat de mens een abnormaliteit is geworden. Dat is dan ook de reden dat we Kierkegaards project op heel fundamentele wijze onrecht aandoen wanneer we een stadialeer uit zijn werken destilleren. En dus wat ik in het eerste deel heb gedaan, dat is op een heel fundamentele manier onrecht aandoen aan Kierkegaards project. Het probleem is dus, hoe kan de mens bij zijn of haar subjectiviteit bepaald worden als dat niet kan door middel van een objectief antwoord op de vraag wat het betekent mens te zijn?
Hoe kan de ene mens, Søren Kierkegaard, de andere mens, de lezer, iets meedelen over wat het betekent mens te zijn, zonder onpersoonlijke en abstracte kennis over het mens zijn mee te delen? De beantwoording van deze vraag zou een nieuwe lezing vergen. Ik wil hier echter kort twee belangrijke aspecten benoemen en uitwerken. Het eerste is dat Kierkegaard zichzelf beschouwt als, citaat, leraar in antieke stijl, einde citaat. Hij denkt hierbij ongetwijfeld aan Socrates, zijn filosofische leermeester. Socrates is voor Kierkegaard de meester van de ironie en de indirecte mededeling. Volgens Kierkegaard stortte Socrates niet de zoveelste theorie over het wezen van de werkelijkheid over zijn gesprekspartners uit, maar probeerde hij hen, door het stellen van de juiste vragen, zelf tot inzicht te laten komen. We noemen dit Socrates maieutiek of vroedvrouwkunde. Kierkegaard heeft getracht deze Socratische maieutiek 2000 jaar later op eigen wijze toe te passen om de moderne mens te helpen echt mens te zijn. Hij schrijft over zijn eigen auteurschap dan ook: de mededeler, en dat wil in dit geval zeggen de schrijver, verdwijnt als het ware, maakt zichzelf dienstbaar om de anderen te helpen in hun ontwikkeling. Dit wijst ons op het tweede aspect dat ons iets duidelijk maakt over de specifieke wijze waarop Kierkegaard tracht mee te delen wat het betekent mens te zijn. Hij verdwijnt namelijk als mededeler, dus Kierkegaard verdwijnt als mededeler, maakt zich dienstbaar door zijn pseudoniemen. In strikte zin is Kierkegaard in Stadia op de levensweg niet zelf aan het woord, maar zijn het de literaire karakters die hij in het leven heeft geroepen, die spreken. Kierkegaard zelf schrijft in een ongepubliceerde notitie over het belang van deze literaire stijl voor zijn doelstelling. En ik beschouw het als mijn verdienste dat ik, door persoonlijkheden te scheppen die ik zeggen, midden in de werkelijkheid van het leven, namelijk mijn pseudoniemen, eraan heb bijgedragen mijn tijdgenoten eraan te laten wennen weer eens een ik. Een persoonlijk ik te horen spreken, niet het fantastische, zuivere ik en zijn buiksprekerij. In Kierkegaards pseudonieme werken ontmoeten we heel concrete personen in wie we onszelf kunnen herkennen. Met andere woorden, hij probeert te lezen tot het besef te laten komen: het gaat hier over mij. Zijn werken zijn dus echt bedoeld als spiegels. En hiermee zijn we terug bij het citaat waarmee ik deze lezing begon. Zulke werken zijn als spiegels. Als er een aap inkijkt, kan er geen apostel uitkijken. Dat wil zeggen, wanneer ik een boek als Stadia op de levensweg op de juiste wijze lees, op persoonlijke wijze en niet alsof het een objectieve filosofische theorie over de stadia bevat, dan zullen sommige daarin aanwezige levensvisies me aanspreken en andere zullen me ergeren. Welnu, precies in het aangesproken of geërgerd worden functioneert het boek als een spiegel. Mijn reactie verraadt namelijk op welke wijze ik zelf het leven beschouw, tegen welke levensvisies ik mij afzet en welke ik als nastrevenswaardig beschouw. En doordat Kierkegaard de verschillende levensvisies tegen elkaar afzet en uitdaagt, wordt ook voortdurend mijn visie op het leven uitgedaagd. In zekere zin heb ik Kierkegaard ook in dit tweede deel van mijn lezing onrecht aangedaan. Ik heb immers gesproken over Kierkegaard en zijn auteurschap. En hoewel hij waarschijnlijk gevleid zou zijn door de aandacht, hij schreef ooit de wat arrogant klinkende woorden dat alleen zijn boek Vrees en Beven al zou zorgen voor een onsterfelijke naam als schrijver, gaat het in zijn oeuvre precies niet om wat de filosoof, theoloog, schrijver Søren Kierkegaard ergens van vindt. Om Kierkegaards vroedvrouwkundige project recht te doen en de spiegelende functie van zijn pseudonieme werken te illustreren, wil ik daarom afsluiten met twee persoonlijke ervaringen in het lezen van Kierkegaard. Deel 3. Persoonlijke leeservaringen. De eerste keer dat ik Kierkegaard las, was ik een bachelor 3 student filosofie aan deze universiteit. Ik had besloten mijn bachelorscriptie bij Kees Leijenhorst te schrijven over de verhouding tussen geloof en reden in Kierkegaards, of ik moet eigenlijk zeggen, Johannes de Silentio's Vrees en Beven. Dit boek handelt, zoals u misschien wel weet, over Genesis 22, het bekende Bijbelverhaal waarin Abraham van God de opdracht krijgt zijn zoon te offeren, zijn zoon Isaac. Johannes de Silentio probeert aan de hand van dit verhaal te laten zien dat religieus geloof verder gaat dan de alledaagse sociale moraal.
Het radicale en schokkende karakter van religieus geloof wordt door Johannes ongenadig hard getoond door de lezer als het ware gelijktijdig te maken met Abraham. Vrees en beven gaat niet over Abraham, maar gaat over wat ik zou doen en hoe ik zou reageren als een stem mij de opdracht zou geven mijn enige kind te offeren. Daar zat ik dan in de refter. Een degelijke christelijke jongeman van 21, opgegroeid in de gereformeerde bond binnen de protestantse kerk in Nederland. Over Abraham en Isaac had ik al talloze preken gehoord. Telkens werd Abraham als een voorbeeld van geloof gepresenteerd. Iemand die toch maar mooi even doet wat God van hem vraagt. Maar nog nooit had iemand het verhaal zo gepresenteerd dat het, zoals Johannes schrijft, ondenkbaar is om na afloop van de kerkdienst wat te babbelen onder het genot van koffie en koekjes. Ik begon mezelf kritisch te bevragen. Wat bedoel ik eigenlijk als ik zeg dat ik gelovig ben? Neem ik het aanstootgevende karakter van geloof eigenlijk wel serieus genoeg? En sterker nog, als dit geloof is, wil ik dan eigenlijk wel gelovig zijn? Een tweede ervaring. Ook stadia op de levensweg is bedoeld als een spiegel. Zoals we hebben gezien, passeren in dit boek vele personen en hun levensvisies de revue. Iedere persoon roept bij mij weer een andere reactie en andere vragen op. Ik herken me in Quidams diepe besef van het tekortschieten, zijn voortdurende gepieker, zijn onvermogen om dat een halt toe te roepen en het gebrek aan openheid voor de hulp van een ander, al dan niet met hoofdletter A. Wat zegt dat eigenlijk over mij en mijn streven om een religieus mens te zijn? Ik herken me in Wilhelm. Ook ik ben getrouwd en net als Wilhelm heb ik zo mijn bedenkingen ten aanzien van een leven dat voortdurend de ironische afstand bewaart. Tegelijkertijd vind ik het maar een saaie kerel en erger ik me aan de wijze waarop hij hetzelfde punt op oneindig veel verschillende manieren uitwerkt. Wat betekent dat eigenlijk? Neem ik een ethisch leven eigenlijk wel echt serieus, zoals ik pretendeer? Of verraadt mijn kwalificatie van Wilhelm een nauwelijks onderkende hang naar een esthetisch leven? En wat te denken van de anonieme esthetische jongeman, in wie ik meer van mezelf herken dan ik graag zou willen toegeven? Misschien is het filosofen eigen, maar ook ik ben iemand die eerst alles van een afstand bekijkt en doordenkt, voordat ik me ergens aan kan overgeven. Wat zegt dat over mij? Staat een filosofische houding goed leven in de weg? En zo ja, ben ik dan misschien te veel filosoof om echt mens te kunnen zijn? En wat betekent het dat ik die reflecterende houding in alle facetten van mijn leven volhoud, behalve als ik aan het voetballen ben? Ik hoop u in deze lezing een goed beeld te hebben gegeven van de thematiek van stadia op de levensweg. Bovendien hoop ik u iets duidelijk te hebben gemaakt van de eigenaardigheid van Kierkegaard's filosofisch-theologische project. Een eigenaardigheid die op gespannen voet staat met onze neiging om Kierkegaard als een zoveelste auteur met een theorie over de aard van de menselijke werkelijkheid te begrijpen. Maar het meest hoop ik dat u mijn persoonlijke ontboezemingen snel vergeten bent en dat deze avond u inspireert om zelf Kierkegaard te gaan lezen. Om zelf door Kierkegaard aangesproken, bewogen, maar bovenal geïrriteerd te worden. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. Ik ga toch even zelf beginnen, want toen ik stadia kreeg van Damon een aantal weken geleden, toen dacht ik eerlijk gezegd zoiets als, hoe ga ik dit in hemelsnaam ooit lezen? Maar toen ik er in het begin begon, toen dacht ik na ongeveer 10 pagina's, hoeveel tijd heb ik vandaag nog? Want ik wil verder lezen. Wat is de kracht van dit werk, dat dat inderdaad gebeurt? Help. Ik denk eerder de stijl dan de inhoud. Want? Hoe is die stijl? De inhoud zou wel samen te vatten zijn, maar het is de stijl waardoor je het volhoudt, waardoor je het 600 bladzijden volhoudt. Maar wat is die stijl dan? Het zijn prachtige zinnen. Het zijn soms hele lange zinnen die toch heel makkelijk lezen. Ja.
In tegenstelling tot de zinnen van Kant of van Hegel, waar je altijd weer even moet zoeken waar zit nu het onderwerp, waar het hoofdwerk wordt. En dus dat is bij Kierkegaard, net zoals bij Gerard Reve, altijd volstrekt helder, mm-hmm. hoe de zin loopt. Alleen Kierkegaard kan dat ook nog met hele, hele lange en nogal samengestelde zinnen. Yeah. Daarbij is zijn taalgebruik heel beeldend. Yeah. Hij is altijd in voor een voorbeeld, een verhaaltje, een schitterende romantische natuurbeschrijving. Patricia de Martelaar heeft hem ooit aangeduid als de grappenmaker van Kopenhagen. De grappen zijn geweldig. Ja. Zijn hele, ja. Dus hoe somber het boek soms ook is, altijd goede grappen. Ja. Zou je dat onderschrijven, Rob, dat het vooral de stijl is die aanspreekt? Ja, maar ik zou de inhoud niet helemaal ervan los willen koppelen. Dus ik denk inderdaad dat een heel belangrijk deel van de aantrekkingskracht van Kierkegaards werk bestaat in inderdaad het beeldende van de taal. Mm-hmm. En zowel het in de voorbereiding op deze lezingen hadden we het al over de enorme verbeeldingskracht die Kierkegaard lijkt te hebben. Dat is natuurlijk ook, dat kan ook eigenlijk niet anders in dat leven. Hè? Dus we hadden het er van tevoren even over. Kierkegaard die schreef soms wel 10 uur op een dag. U heeft gezien hoeveel boeken hij wel niet schreef in 1 jaar. Dan kom je eigenlijk nauwelijks buiten. Dan heb je eigenlijk nauwelijks sociale contacten. En toch weet je zo goed, zeg maar, het menselijk leven te duiden. Dan moet je wel een ijzersterke verbeeldingskracht hebben. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar als verbeelding, zeg maar, over iets zou gaan dat niemand zou kunnen herkennen. Ja, dan is het misschien aantrekkelijk. Maar dat verklaart misschien nog niet helemaal hoe mensen geraakt kunnen worden door die teksten. Ja, want mensen worden geraakt doordat ze zich herkennen in wat hij schrijft. Inderdaad. Ja. Dus, en dat heeft te maken met de wijze waarop hij schrijft. Dus heel beeldend, krachtig, grappig. Soms heel ontroerend ook. Ja. Het heeft ook zeker met, moet ik zeggen, dat het ontroerend is, heeft ermee te maken dat mensen zich herkennen in de situatie die geschetst wordt. Ja. Ja, en nou even nog verder gaan op dat herkennen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die dit boek nu lezen, dat die zich kunnen herkennen in de mensen uit het eerste deel, dus uit het esthetische stadium, die zich kunnen herkennen en misschien in mensen uit het ethische stadium. Maar als we dan over het derde religieuze stadium gaan hebben, stel ik ben ongelovig, ik heb niks met God en niks met kerk, haak ik dan af in het derde deel? Onder het begin? Ik hoop van niet. Mm-hmm. Noem eens wat, 2/3 deel van de mensheid af te schrijven als religieus en dus levend in een wereld die oninteressant is, lijkt me om te beginnen onverstandig. Dus dat religieuze bestaan, ook al zie je er zelf weinig in, er op deze manier ingetrokken worden of het mee te beleven, lijkt me sowieso verstandig. Ja, maar dan zou het. En een tweede, misschien dat dan helpt. Mm-hmm. Een tweede is, dat boek Schuldig, Niet Schuldig, ja. Dat deel beslaat al een paar honderd bladzijden. En het gaat bijna voortdurend over dat schuldgevoel in allerlei varianten. Dat is dus heel rijk, maar schuldgevoel is niet voorbehouden aan religieuze mensen. Is denk ik heel herkenbaar. Ja. Ook al speelt het bij de jonge man. Het is op een bepaalde manier een model. Ja. Dus hij is in elk geval vanuit mijn perspectief een extreem geval. Ja. Maar neemt niet weg dat ik die gevoelens herken. En dat Kierkegaard het zo divers kan beschrijven. Daarin houdt het me een spiegel voor, waarin ik ineens dingen zie die ik eerder niet zag. Ja, dus als ik je goed begrijp, dan zeg je van het feit dat het derde deel, dus dat dagboek van die jongeman, eindigt voor het derde stadium, zoals je net in je lezing zei. Dat religieuze stadium bereikt hij eigenlijk nog niet, want hij voelt zich vooral schuldig en niet vergeven. Dat is de reden waarom ook mensen die niet religieus zijn, iets met dat derde, stadium, of in ieder geval met het hele boek zouden kunnen. Zou je dat ook zeggen, Rob? Dus het is inderdaad denk ik heel belangrijk wat je zegt. Namelijk dat het
dat zeg maar dat dagboek van die jonge man, dat het op de grens ligt. En dat heeft ermee te maken dat Kierkegaard daar heel, denk ik, algemeen menselijke gevoelens beschrijft en ten toneel voert, namelijk schuldgevoel en berouw. Dat is iets dat iedereen, of je nou religieus bent of niet, zal herkennen. Dus op die wijze, laat ik iets anders zeggen eerst. Kierkegaard beschrijft ergens dat hij probeert de mens, het religieuze in te verleiden. Mm-hmm. En dat woord is wel heel belangrijk. Kierkegaard die heeft in zijn boeken geprobeerd zo over zaken te schrijven dat mensen zich daardoor geraakt voelen en zich aangesproken voelen. En ik denk dat een van de manieren om dat religieuze stadium, dat toch wel vrij radicaal is, mm-hmm, in allerlei opzichten, misschien kunnen we er zo meteen nog wat meer over zeggen, dat iets te verzachten, die radicaliteit, door te laten zien wat voor heel algemeen menselijke gevoelens daaraan vooraf gaan, om maar zo te zeggen. Dus dat wil niet zeggen dat als je helemaal niks met religie of geloof of christendom hebt, dat je ineens het laatste deel kunt lezen of Vrees en Beven kunt lezen en denkt, nou, toppie. Het verzacht de weg er naartoe wel een beetje. Kun je daar nog heel iets mee over zeggen? Wat verzacht precies die weg naartoe? Misschien kan ik het op een wat andere manier uitleggen. De verleidelijke neiging om Kierkegaards werken te zien als een soort van objectieve, bevattende, een objectieve theorie van de stadia. Dat zou kunnen zeggen, oké, dus het religieuze stadium is het laatste. Dat is blijkbaar van belang. En je bent maar echt mens als je in het religieuze stadium leeft. En in zekere zin zou je dat kunnen zeggen, dat voor Kierkegaard geldt. Maar dan heb je op een heel fundamentele manier onrecht aangedaan aan dat idee. Want wat Kierkegaard probeert is niet van buitenaf te zeggen, nou, dit is het ideaal en zorg maar dat je er komt. Ja. Maar hij probeert helemaal binnenin mensen te kruipen en te laten zien van, als je nu tegen dit soort dingen aanloopt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je last hebt hiervan, et cetera. Dus hij probeert de mensen zo stapje voor stapje wat mee te lokken. Ja. Om dat op die manier te formuleren. Dus als je, nog wat anders gezegd, als je een echte typische estheet bent, mm-hmm, dan is het religieuze stadium absoluut geen reële optie. En dan zal dat heel bevreemdend overkomen wanneer je zegt dat eigenlijk de beste of meest menselijke manier van leven is. Maar op het moment dat je een ethisch mens bent, om het maar zo te zeggen, en je wordt geconfronteerd met schuld en berouw, dan zou misschien dat religieuze stadium wel veel meer eigenlijk een zekere aantrekkelijkheid krijgen. Mm-hmm. Dan zou je kunnen inzien waarom wat daar gebeurt, dat toch goed is. Ja. Dus dat is heel belangrijk om te zien. Ja, maar er zit natuurlijk wel een soort van opbouw, hè, in die drie stadia. Zou Kierkegaard dan bijvoorbeeld zeggen, Onno, dat als jij niet religieus bent of dat niet kunt worden of zo, dat je dan een minder ethisch, een minder moreel mens bent dan welgelovige mensen? In elk geval niet minder moreel. Misschien iets meer dan Rob, heb ik wel de neiging om te denken, kijk, hij had wel een, dus die stadia leer is niet een soort objectieve theorie, mm-hmm, maar het is wel een structuur die in de achtergrond van die werken steeds speelt. Het is wel een soort grondpatroon. Yeah. En is natuurlijk die drie stappen die in alle handboeken staan. Dat is wel een sterke vereenvoudiging van, mm-hmm, wat er in het oeuvre aan de hand is. Want het zijn er vaak natuurlijk ook twee. En dat maakt weer verschillen binnen die stadia, enzovoort, enzovoort. Dus het is flink wat complexer. Maar dat idee van drie vormen van leven, of drie levenshoudingen, dat speelt wel steeds door. Dat is een soort structuur die je herkent in het hele werk. Ik vermoed dat Kierkegaard op jouw vraag aan mij zou zeggen, daar ga ik niet over. Mm-hmm. Ik geloof dat Wittgenstein heeft ooit gezegd, God praat altijd alleen maar tegen jou. En niet tegen de mensheid in het algemeen. Ja, dat is niet omdat ik een beter of belangrijker mens ben dat hij daarom tegen mij praat en niet tegen jou. Ja. Maar dat is omdat ik ga niet over. Wat hij tegen jou zegt, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, ik dien mij aangesproken te voelen. En ik denk dat je bij Kierkegaard ook altijd in gedachten moet houden dat hij voor zichzelf als lezer schreef.
Dat zegt hij ook met zoveel woorden, hè? Dat hij zichzelf liever als lezer van zijn eigen oeuvre ziet dan als auteur. Ja. En zeker niet als auteur die vanaf het begin geweten heeft hoe dat er allemaal uit moest zien. Ja. Ja, en als je nou nog eens die drie stadia vergelijkt, hè, en je zegt het eerste stadium, nou, dat zijn mensen die vooral voor zichzelf leven en alle mogelijkheden open willen houden. Tweede stadium ga je meer commitment aan. En het derde stadium, nou ja, laat ik het zo zeggen, misschien de weg naar dat stadium toe gaat via schuldgevoelens en veel gepieker en getop. Zouden we dan, Rob, niet beter kunnen stellen dat we het gewoon houden bij de eerste? Dan heb je niet veel meer plezier in dat eerste stadium. Ja. Ja, dat is een heel realistische suggestie. Dus als we naar een ander werk van Kierkegaard kijken, namelijk of-of. Mm-hmm. Daar zijn eigenlijk, er zijn twee opties, of-of. Een esthetische levensvisie of een ethische levensvisie. Ja. Nou, die esthetische levensvisie is net als het eerste deel van de stadia op een schitterend mooie manier uitgewerkt. Allerlei heel leuke tekstjes en al dat soort zaken. Dus het heeft een zekere aantrekkelijkheid. Tegelijkertijd klinkt daar als een soort refrein doorheen Een heel sterk gevoel van eenzaamheid en zwaarmoedigheid. Dus ja, het is een leven van plezier en dat heeft een zekere aantrekkingskracht. Mm-hmm. Maar daaronder schuilt heel vaak, zo is Kierkegaard's analyse, daaronder schuilt heel vaak een soort van misschien nauwelijks herkende zwaarmoedigheid. Een bepaald soort gepieker dat je dan maar weer wegstopt en je in het volgende pleziertje stort, om maar zo te zeggen. En Kierkegaard zegt eigenlijk, als je nou wil dat je leven meer, zou ik het zo zeggen, eenheid krijgt. Mm-hmm. Dat het minder momentaan is, dat het minder voortdurend op het moment gericht is, maar dat het meer structuur krijgt, om maar zo te zeggen. Yeah. En als je nou wilt dat die onderliggende zwaarmoedigheid, dat je daarmee confronteert en dat je die probeert weg te halen, dan zou het wel eens verstandig kunnen zijn om te gaan nadenken of je dit leven zoals je het nu leidt, namelijk op esthetische wijze, achter je kunt laten. En dat doe je door die onderliggende, dus misschien wel niet bewuste zwaarmoedigheid aan de oppervlakte te halen en daar bewust naar te kijken. Dat zal een van de stappen daarin zijn. Dus hoe ik het gepresenteerd heb, de overgang van een esthetisch naar een ethisch leven bestaat voor een heel belangrijk deel in het je committeren of het je verbinden aan. Ja. Niet voortdurend alle opties openhouden, maar gewoon ergens een keuze voor maken en ergens voor staan. En op die manier proberen je leven meer structuur te geven of zo. Ja. 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 En hoe kom je dan uiteindelijk van het tweede stadium? Ik stel deze vraag nu even aan jou, Onno. Dus van het commitment stadium via de weg van het getobber en het gepeins naar het derde stadium, waarin je dus inderdaad het gevoel hebt dat je zonden vergeven zijn. Het mag ook anders, hoor. Ja? Ja, het hoeft niet per se via getob van Kierkegaard. Ik bedoel, dat getop is dan bij die jonge man in het derde deel wellicht aan de orde. Het kan ook anders. Twee, ik denk dat het heel belangrijk is ons te realiseren dat Kierkegaard schreef voor een publiek dat er van uitging dat ze allemaal christen waren. Ja. Ja. Dus hij schrijft in een tijd waarin het christendom een enorme vanzelfsprekendheid was. Ja. Hij laat dus om te beginnen zien, hij ondergraaft die vanzelfsprekendheid en hij wil laten zien dat heel veel van die mensen die pretenderen christen te zijn, dat volgens bepaalde normen die ze wellicht zullen herkennen, helemaal niet zijn. Ik vind een heel geestig stuk van hem over mensen die zeggen, die volmondig zeggen, ja, wij zijn christen. Maar ik denk dat ik me over 5 jaar of zo eens zo ga gedragen. Dus het christendom is een buitengewoon aantrekkelijke godsdienst, vooral als je wat ouder wordt. Want? En voor de zekerheid is het handiger om het vanaf je jeugd te zijn. Maar om, dus zoals Augustine zei, schenk mij kuisheid, maar nog niet. Dus alsof je christen kunt zijn. Maar nog niet echt, dat ga ik later, ga ik later wel doen. Practice what you preach, zeg maar. Ja. Ja. Dus hij, je zou kunnen zeggen, hij herinnert hen aan een, denk ook aan een inhoud van datgene waarvan zij zeggen het aan te hangen. Ja.
Ja, want wat is dan christendom? Wat is het kenmerkende? Hè? Want hij was natuurlijk heel kritisch ten opzichte van de kerk. Wat is zijn visie? Wat is religie? Wat is christendom volgens Kierkegaard? Dat is een buitengewoon ingewikkelde vraag, omdat namelijk op een heel aantal punten in dat oeuvre de invulling van wat religieus leven betekent verschuift. Dus ik gaf het voorbeeld van vrees en beven, waar veel Kierkegaard-lezers volgens mij mee beginnen. Nou, dat is direct het meest radicale boek dat je maar kan wensen. Dus ik weet niet of het per se de beste inleiding tot Kierkegaard is, hoewel het wel prikkelt. Maar daar heb je heel nadrukkelijk het idee dat ethiek en religie niets met elkaar te maken hebben. Met andere woorden, de geldende moraal, om maar zo te zeggen, dat wat we allemaal samen netjes en fatsoenlijk vinden, daar heeft religie niks mee te maken. Mm-hmm. Hè, want God gaf immers Abraham de opdracht om zijn zoon te offeren. Nou, dat staat haaks op elk moreel besef, zouden we zeggen. Dus daar vind je een heel strikte scheiding tussen die domeinen. Maar later in het oeuvre komt dat steeds meer bij elkaar te liggen. En ik denk dat het belangrijkste, als we de tweede helft van Kierkegaard's oeuvre bekijken, het belangrijkste, of het meest, moet ik het zeggen, voorkomende antwoord op jouw vraag zou kunnen zijn, dat christendom uiteindelijk bestaat in navolging van Christus, zoals Onno ook al in zijn lezing aanhaalde. En dat betekent een leven in radicale zelfverloochening en naastenliefde. Vanuit het besef dat God mens werd. Dus die twee aspecten zijn heel belangrijk. Aan de ene kant zeg maar de absolute, wat Kierkegaard noemt de absolute paradox. Een God die mens wordt, de eeuwige die in de tijd stapt, et cetera. Dus Jezus Christus als de Godmens. Dat is één pijler zeg maar, van het religieuze leven. En die persoonlijke verhouding tot die Godmens, die moet er één zijn van navolging. Dus hoe moet je je tot die... Wat betekent geloven in de Godmens, om maar zo te zeggen? Dat betekent inderdaad practice what you preach. Het betekent niet alleen een paar leerstellingen onderschrijven. Het betekent heel concreet in je eigen particuliere situatie dat leven dat die Christus ons voorgeleefd heeft proberen tot uitdrukking te brengen. Maar dat zijn hele grote woorden. Hè? Ja. Moet je daarvoor eerst zeg maar inderdaad bijna al christen zijn, dus de dogmatiek onderschrijven en weten en tralala, voordat je... Ik wil terug eigenlijk naar mijn centrale vraag. Ja. Kunnen wij, ik zeg maar even wij, als gelovigen en niet-gelovigen iets met dit boek of met deze stadia? Kunnen wij iets met dit boek? Nou, goed, de suggestie is mij wel geleverd dat het hier om een zelfhulpboek gaat. En dat vind ik een hele ingewikkelde kwestie. Dus één, evident niet. Al was het maar omdat het niet bij Bruna te verkrijgen zal zijn. Dus op die manier is het niet een zelfhulpboek. Op een andere manier is het wel een zelfhulpboek, maar het moet wel eerst een beetje erger met ons worden. Erger? Ja, het moet eerst wat erger worden. Dus je moet je eerst realiseren in welke erbarmelijke toestand je verkeert. En dat is geen lolletje. In welke erbarmelijke toestand verkeren wij? Nou, om maar eens concreet te worden... Ik vind het hier buitengewoon aangenaam. Ik vind het, ik heb het naar mijn zin. Ik vind je vragen heel interessant. Dus bij Kierkegaard de typisch esthetische categorie, het interessante. Uh-huh. Ik bedoel, zolang ik hier zit, hoef ik niks te doen. En zeker niet te lijden. Laat staan Christus na te volgen of martelaar worden. Dat kan later altijd nog. Oh. Maar dan wordt zeg maar navolging van Christus, dus het meest ultieme stadium, is eigenlijk iets vervelends. We mogen niet genieten. Vanuit mijn perspectief, laten we zeggen het perspectief van het interessante, is het iets vervelends. Ja. Zou je dat ook zeggen? Ja, dus ik zou het in die zin onderschrijven dat heel veel van onze, ja, wat we dan misschien maar natuurlijke of al te menselijke neigingen kunnen noemen, dat het inderdaad een leven is. Hè? Dus dat uiteindelijke religieuze leven, dat is een leven dat ons ongelegen komt, om maar zo te zeggen, vanuit die perspectieven gezien. Dat wil niet zeggen dat er niet op een andere manier toch een zekere soort geluk daarmee samenhangt. Dus zoals ik in mijn lezing heb geprobeerd duidelijk te maken, rechter Wilhelm, die probeert in ieder geval te betogen dat in het huwelijk, dus in zeg maar, het voorbeeld van een ethisch leven, dat daarin zeg maar, de verliefdheid en het geluk en de zinnelijkheid en zo niet verdwenen is. Het krijgt alleen een wat andere vorm. Ja.
Nou, op dezelfde manier zouden we denk ik kunnen zeggen dat in dat radicale leven van navolging van Christus geluk nog steeds een rol kan spelen, maar dan op een wat andere manier dan dat we dat denken als we zeg maar esthetisch georiënteerd zouden zijn. En dan ander in de zin van een meer positievere manier, toch? Ja. Het is heel verleidelijk om het zeg maar dan zo te gaan formuleren alsof je daar pas echt gelukkig zult zijn, om er zo te zeggen. Dus dat dat eigenlijk een leven is waarin je, ja, waarin je echt opbloeit, et cetera. Terwijl je, als je dat beweert, weer in het andere uiterste vervalt. Namelijk, Kierkegaard benadrukt voortdurend hoe dat leven ons altijd zeg maar ongelegen komt. Hoe, ja, er dus altijd, hoe dat altijd wrijft. Hoe Christus altijd zeg maar steen des aanstoots is. Steen des aanstoots, ja, is. Hoe hij ergernis opwekt. Ja. Dus Kierkegaard probeert die beide momenten vast te houden. Dat het schuurt, zeg maar. Ja. En dat het op de een of andere manier toch een zekere gelukzaligheid mee verbonden kan worden. Ja, maar waarom zou ik dat dan nastreven? Kijk, ik zeg, ik zit, ja, in het esthetische stadium. Hè? Ja. Ik heb het prima naar mijn zin. Interessante, ja, gesprekspartners, ja, leuk publiek, nou ja, ja, enzovoort. Ja. Waarom zou ik mijn best gaan doen om die nog onbewuste zwaarmoedigheid die ik toch op dit moment schijn te voelen, ja, die bewust te gaan maken, daarmee te gaan werken, dan vervolgens, ja, me schuldig te voelen voor, ja, God, ja, om in dat schuldig voelen weer een bepaald soort geluk te vinden. Ja. Het is zoveel, nee, werk. Dat snap ik, maar ik weet niet precies hoe ik het zeg, maar hoe ik het nog op een andere manier kan zeggen, maar ik ga gewoon herhalen wat ik eerder, ja, al eens zei, namelijk dat het in zekere zin helemaal niet erg is als je je niet aangesproken voelt door zo'n leven van radicale navolging. Of dat je dat religieuze stadium helemaal niet aanspreekt. Dat is geen enkel probleem, ook volgens Kierkegaard niet. Het gaat erom dat als je die werken gaat lezen, dat, ja, er bepaalde posities zijn die je zullen aanspreken. Ja. En andere die zullen je ergeren. Nou ja, met die je ergeren, daar doe je nog even niets mee, om er zo te zeggen. Ja. En dus je laat je leiden door datgene wat je aanspreekt. Mm-hmm. En gaandeweg ga je misschien zien dat in het leven zoals je dat op dit moment leidt, dat eigenlijk misschien helemaal niet zo paradijselijk is als, mm-hmm, dat je zelf gemeend had. Mm-hmm. Dus Kierkegaard, buitengewoon diepe psychologische inzichten om je dat even te laten, ja, zien, om er zo te zeggen. Nou, dan zou het kunnen zijn dat jij een klein stapje richting het ethische stadium zet. Nou, zo gaandeweg zou het kunnen zijn dat je uiteindelijk in dat religieuze stadium uitkomt. Maar Kierkegaard is geen moralist die zegt, als jij esthetisch bent, maar je moet wel Christus navolgen, hoor. Dat is voor jou op dat moment op geen enkele manier een relevante levenshouding, mm-hmm, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. En dat hoeft ook niet. Mm-hmm. Het gaat erom dat we zeg maar gaandeweg in ons leven bepaalde aspecten ontdekken die we zullen aan moeten gaan. En zeg maar hoe we stapje voor stapje misschien wat verder zouden kunnen komen. En dan zou het kunnen dat op een gegeven moment dat christelijke leven zich aandient als reële optie. Ja. Maar het is niet van meet af aan een reële optie, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, en inderdaad, en dan ga ik dat boek gewoon nog een keer lezen en dan herken ik hem misschien in de dingen die ik eerst irritant vond. Ik bedoel, hij is natuurlijk, daarmee wil ik dat niet relativeren, dat religieuze stadium. Maar hij is natuurlijk ook een hele kritische schrijver in zijn eigen tijd. Ja. Hij kan ontzettend grappig de draak steken met de hoofdvlootpredikant die op tweede kerstdag de preekstoel bestijgt en vol ridderorders enzovoort een schitterende preek houdt over dat God tot ons gekomen in het meest machteloze en kleine. Dus Kierkegaards punt is ook, kijk, als dat de boodschap is, realiseer je dan wel wat er aan de hand is. Ja. Ja. En dat, en ik vind zelf leerzaam, ja, voor mezelf leerzaam, bijvoorbeeld in Vrees en Beven, het verhaal van Abraham die Isaac gaat offeren, dat het overkomt je ze nu en dan, dat mensen dingen doen, en mensen die je heel naast staan, die doen dingen vanuit volle overtuiging die ik niet kan volgen. Ja. Ik snap dat niet. Ja. Die mensen zijn me heel sympathiek. Ik ken ze goed. Ik ben bereid me in te leven. Heel veel met ze te praten. Maar daar zit ergens een grens. Ja. En ik vind dus in algemeen filosofische zin vind ik Kierkegaard wel een goede... Ik zou bijna weer zeggen een mooie schrijver, maar ik
klinkt het weer zo esthetisch. Is een hele mooie schrijver om je een grens te laten ervaren van niet alleen van rationaliteit, maar ook van je eigen belevingswereld en inlevingsvermogen. Ja. En je te realiseren, daar zit een grens aan. En daar zit echt, je komt echt dingen tegen die je niet, waar je op die manier niet bij. Ja. Waar ik in elk geval mijn vingers niet achter krijg. Ja. Okay. Ik ga even kijken naar het publiek. Zijn er vragen? Die meneer in het midden en dan met u. Ja. Oh, er komt een microfoon aan, want anders kan de rest van het publiek u niet verstaan. Dank u wel. Ik heb eens een keer een uitspraak gelezen van professor Langeveld, orthopedagoog, pedagoog, over opvoeding en onderwijs en doelstellingen daarbinnen. Namelijk beschreven als zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Kunt u daar iets mee? Dat klinkt behoorlijk ethisch. Zelf. Dus je bent zelf verantwoordelijk en je bepaalt ook nog eens jezelf. Nou, veel succes. Nee, ik bedoel, ik zou het iedereen aanraden, hè, om het te proberen. Maar Kierkegaard maakt denk ik terecht duidelijk dat aan dit, laten we zeggen, verlichtingsideaal, haken en ogen zitten, ook dat nog eens, en grenzen. En dat het soms niet lukt. En wat dan? Zou ik er nog iets aan toe mogen voegen? Ja. Die notie van verantwoordelijkheid is wel een hele belangrijke. En die is tot nu toe eigenlijk nog nauwelijks gevallen. Maar die is met name belangrijk in de overgang van het esthetische naar het ethische stadium. Want Kierkegaard zegt eigenlijk dat voor zover we op een esthetische wijze in het leven staan, we geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor ons eigen leven. Hij heeft daar een heel mooi beeld voor, vind ik. Namelijk, stel je een kamer voor waarin je je bevindt en je bent naakt en daar liggen hele stapels kleren. Verantwoordelijkheid nemen voor je leven betekent een setje kleren kiezen en die aantrekken. Ik parafraseer natuurlijk nu een beetje. Maar dat wil zeggen, datgene waarmee ik in het leven, wat het leven mij gegeven heeft, om maar zo te zeggen. Ik ben in het leven geworpen. Ik heb er niet zelf voor gekozen om bij deze ouders geboren te worden. Of om in deze tijd en cultuur geboren te worden. Of dit lichaam te hebben. Of deze talenten te hebben, et cetera. Wij moeten die kleren die ons gegeven zijn, zullen we moeten aantrekken. We zullen daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. We kunnen niet daar maar een beetje mee losvast mee, wat mee aanmodderen, maar mee aanstoeien. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat ons is toebedeeld. Dus dat geeft misschien nog een wat andere kijk op. En vervolgens inderdaad zijn er allerlei kritische kanttekeningen bij die grenzen van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Maar dat is in ieder geval een eerste stap, om maar zo te zeggen. Ja. Meneer hier vooraan. Ja, even wachten, er komt een microfoon aan. Nee, er komt een microfoon aan, als het goed is. Nou, mijn naam is Gert-Jan Kloens, ik ben psycholoog en psychotherapeut. En mijn leven is zeer omgegaan met Kierkegaard. Bij ons staat 6 meter Kierkegaard omringd in de liefdesbibliotheek. Want ik heb net met mijn vrouw, die is filosoof en theoloog, een boek geschreven over liefde en relatiekwaliteit. Speelt Kierkegaard een enorm grote rol in. En waarom? Omdat ik denk, kijk, zijn filosofische werken worden continu parallel lopen die met de opbouwende werken. En wat Kierkegaard toch doet, denk ik, is misschien een beetje antwoord op de interviews, hè, dat hij ons oproept om die enkeling te zijn en te worden wie wij zijn. En dat is ook centraal in de psychotherapie. Hè. Rogers, Erikson, allemaal dat soort mensen hebben dat overgenomen. En wat is uw vraag? Nou, dan is uiteindelijk de opdracht om die liefdevolle enkeling te worden. Ja. En daar zit de relatie met gezondheid en levensgeluk volgens mij enorm in. En dat barst van de paradoxale zaken in het leven. Maar wat Kierkegaard dan wel doet, is van het esthetische naar het ethische religieuze, ons wel bewegen, aanspreken, persoonlijk aanspreken in dat enkelingschap. Een van de mooiste zinnen die mij diep getroffen heeft in wat de liefde doet, is dat er staat, jij bent die boom. Oké, okay, dank u wel. En dat is hem, denk ik. Dus de vraag is even, herkennen jullie dat? Want met name jij zegt dat je enorm aangesproken bent. Ja, als er staat, jij bent die boom, dan is Kierkegaard weg. Ben je als wat lezer... Bedoelt u?
Wat bedoelt u met het laatste? Dan is Kierkegaard weg? Nou, dan lees je niet meer Kierkegaard, maar lees je over jezelf. Lees je over jezelf, ja. Ja, ja, in wat de liefde doet. Ik herken dat punt wel. Dus daar gebruikt Kierkegaard dat beeld uit de evangelie, waarin Jezus zegt dat het erom gaat dat we een goede boom kunnen herkennen, een goede vrucht. En dat het onze opdracht is, zouden we kunnen zeggen, om een goede boom te worden. Dus waaraan goede vruchten groeien. Dus ja, ik vind dat zelf ook inderdaad een heel aansprekend beeld. En dat zou op een wat andere manier zou dat zicht kunnen geven op wat het betekent om Christus na te volgen. Namelijk de goede boom worden, om zo te zeggen. Dus ja, dat perspectief, dat herken ik wel. Ja. Daar is een meneer met een vraag. Ja, ja, het is vanavond gegaan over de drie stadia. En dat met name het religieuze stadium niet een soort eindstadium is, of een ideaal stadium. Ik vroeg me af wat Kierkegaard daar misschien over zegt. Dat die opeenvolging naar stadia, dat het een verrijking kan zijn van je leven. Dus dat de overgang van esthetiek naar ethiek, dat het een bepaalde verrijking is. En van ethiek naar religie ook een bepaalde verrijking. Maar als je teveel esthetiek verliest, dan kan het een verarming zijn, want dan word je dogmatisch. En ook als je te religieus bent, te strak in de religie, dan verlies je ook weer een hele hoop zicht erop. Zegt Kierkegaard daar ook iets over? Dus dat je zoekt in het leven naar een bepaalde verrijking? Dat is zeker geïmpliceerd in zijn theorie. Dus het is ook niet het opgeven van het esthetische ten gunste van het ethische. Dus bijvoorbeeld in Of-Of argumenteert de ethicus uitvoerig hoe hij het ethische, haast Hegeliaans, het esthetische, haast Hegeliaans op een hoger niveau meeneemt. En hetzelfde geldt voor het religieuze stadium. Dus daarin zijn allerlei ethische en esthetische noties niet verdwenen. Dat was inderdaad precies het punt dat ik probeerde te maken aan de hand van wat Wilhelm zegt in het tweede deel van Stadia op de Levensweg. Namelijk zijn betoog dat er in het huwelijk speelt de verliefdheid in de erotiek nog steeds een rol. Dat is niet opgegeven, alleen het krijgt een wat ander karakter. Dus dat is Wilhelms betoog om te zeggen dat daar toch inderdaad een zekere verrijking plaatsvindt. Dat klopt, ja. Ja. Misschien dat ook nog een aanvulling is op uw opmerking. Dus hoe gezond is het om Kierkegaard te lezen? Nou, daar zouden we het nog wel eens over kunnen hebben. wat Kierkegaard betreft, moeten we dan eerst ons idee van gezondheid aan de orde stellen. Meneer met een blauwe blouse, Anko, in het midden. Is al gesteld? Dan die mevrouw twee stoelen, drie stoelen daarnaast. Mijn vraag is opgeroepen door een van de reacties hier in de zaal. We hebben net gesproken over het tweede stadium, dat vooral het huwelijk centraal stelt. En net kwam aan de orde van het individualisme. De mens zelf als goed mens. Zie je in het tweede stadium in het boek van Kierkegaard die twee aspecten, dus verbinding naar jezelf en verbinding of commitment naar de ander? Ja, zeker. Ik mag zelf graag spreken over Kierkegaard in het kader van onderwerpen als individualisering. Ik heb dat eerlijk gezegd jaren gedaan onder het kopje individualisme. Dat heb ik inmiddels afgeleerd, want ik merk dat als je individualisme zegt in Nederland, dan ben je bijna een misdadiger. Dus individualisme bepleit ik niet meer. Individualisering ben ik een groot voorstander van, maar dat impliceert, en daarom past Kierkegaard er ook goed bij, dat impliceert geworteld zijn in traditie, opgegroeid zijn binnen een context, je dat eigen maken, maar vervolgens je dat wel eigen maken en zelf keuzes maken en daarin ook vooral
verbindingen aangaan. Dus geen, hè, dus bij Kierkegaard geen egocultuur. Ja, je ziet een parallele beweging van jezelf worden met een toenemende aandacht voor de ander. Die uiteindelijk culmineert in dat werk van wat de liefde doet, waarin een heel radicale ethiek van naastenliefde wordt betoogd. Ja. Op de ene laatste rij is een vraag. Ik ben wel benieuwd hoe het met de tijd zit of leeftijd in het werk van Kierkegaard. Want het lijkt nu wel of dat je bijna 80 moet worden om een religieus stadium te bereiken. Waarom precies? Vergeet precies, waarom? Waarom moet je 80 worden? Oké, maar dan wordt er denk ik te veel een soort ontwikkelingstheorie. Dus het gaat om verschillende levenshoudingen. Sommige mensen zoals ik blijven hun hele leven in het esthetische en een soort vage overgang naar het ethische hangen. Anderen beginnen al religieus, bij wijze van spreken. Dus je moet niet. Het is niet per se op die manier een groeiproces. Het kan dat wel zijn voor de lezer. Maar het hangt er dus vanaf op welke leeftijd je dan Kierkegaard leest. Snel beginnen. En zelf is die, realiseer je goed, 42 geworden. Ik kan me dat nooit voorstellen. Ik bedoel, 42. Ja. Nou ja. Zou ik nog heel kort mogen toevoegen? We hebben nu uitvoerig gesproken over het huwelijk. Dat is vaak voorbijgekomen. En dat is zowel in of als in stadia op de levensweg, zeg maar, het voorbeeld aan de hand waarvan het ethische stadium wordt gekarakteriseerd. Maar we moeten niet vergeten dat het een voorbeeld is. Dus het is het meest krachtige voorbeeld, zou je kunnen zeggen, van het ethische stadium. Omdat het een bepaalde vorm van liefde is. En Kierkegaard kiest precies liefde, een heel algemeen menselijk thema, om zeg maar iets over die stadia te zeggen. Maar het is en blijft een voorbeeld. Dus het is ook mogelijk om ongehuwd te zijn en toch een ethisch leven te leiden, om maar zo te zeggen. Dat is toch fijn. Ja, toch? Ook dat, het was overigens wel natuurlijk, dat huwelijk was wel een obsessie voor hem. Ja. En dat ja. maakt het ook wel ja. weer leuk. Ik bedoel, het is geen heilige. Het is gewoon een Kopenhaagse snotneus. Die mooi schrijft. Die wel ontstellend slim was. En een fantastische stijl hanteert. Daar was een meneer met een vraag. Er werd net gezegd of gesuggereerd dat het religieuze stadium niet per se beter is dan andere stadia, dat je dat niet in het algemeen kan zeggen. En dat Kierkegaard eerder probeert te verleiden tot dat stadium, of in plaats van moraliseren of in plaats van iets dwingend opleggen. In een ander boek van Kierkegaard, De ziekte tot de dood, dat het enige boek is wat ik heb gelezen van hem, presenteert hij iets wat je zou kunnen noemen een religieuze antropologie, waarin hij dus zegt, wat is het ware mens zijn? Die vraag probeert hij te beantwoorden. Daarin lijkt hij toch echt te suggereren dat pas in een relatie tot God het ware mens zijn mogelijk is. Dus mijn vraag is dat... Is dat is daar een tegenspraak tussen die twee werken? Dat is er denk ik niet. Het is wel van heel groot belang om te zien dat die specifieke religieuze antropologie, en dat heb je goed gezien, dat is inderdaad een religieuze antropologie, dat die is uitgewerkt onder het pseudoniem Anticlimacus. En dat is wel een heel specifiek pseudoniem. Dus het is niet iets dat Kierkegaard onder eigen naam publiceerde, maar het is opnieuw onder pseudoniem. Ten tweede is het zo, ik denk niet dat er een tegenspraak is, precies omdat het door een pseudoniem geschreven is. Anticlimacus pretendeert, zeg maar, vanuit de hoogte, om het maar zo te zeggen, terug te kijken op de ontwikkeling die mensen kunnen doormaken in hun leven. En dus vanuit het eindpunt, vanuit het ideaal te spreken. Terwijl veel van die andere werken
proberen zeg maar van onderaf of van binnenuit die ontwikkeling te beschrijven. Dus dat zijn twee radicaal verschillende perspectieven op eenzelfde ontwikkeling. Dat is denk ik belangrijk om te zien. Heb ik daarmee je vraag een beetje beantwoord? Okay. Het is bijna 9:30. We zijn iets later begonnen, dus als u het niet erg vindt, kunnen we ook nog een paar minuutjes uitlopen. Want ik heb het idee dat er nog wel wat vragen leven. Ik heb nog twee vragen die kort beantwoord gaan worden. Wie? Meneer daar en meneer daarboven nog een keertje. Ja. Dus dan eerst die meneer in het grijze colbert. Oh, de microfoon komt eraan. Wat ik wilde vragen, dat is schuldgevoel. Is dat gerelateerd aan de ander of aan zichzelf of aan God? Ja. Het kortste antwoord is wat mij betreft aan alle drie. Ja. Dus dat is niet van elkaar los. Dat is absoluut niet los te zien. Nee, dus om het zeg maar even iets concreter te maken, dat helpt misschien wel met zo'n kort antwoord. Kidam, die neemt zichzelf iets kwalijk. Dus die schuldgevoelens hebben op de een of andere betrekking op hemzelf. Dat hij niet op de juiste manier een verbond heeft kunnen aangaan met zijn geliefde. Dus dat is ook gericht op een ander. En het lijkt een motor of een soort impuls te zijn die hem richting de religie duwt. Dus dan kunnen we zien dat die notie van schuld zeg maar zo al die drie facetten wel in zich draagt. Ja. En het is wel, ik vind het wel een mooi voorbeeld van we praten hier toch in algemene zin over Kierkegaard. Maar als je hem leest, dan merk je dat dat soort begrippen, of dat soort algemene begrippen, altijd specifieke invullingen krijgen. Dus je moet ook altijd nog even in de gaten houden welk pseudoniem neemt hier het woord schuld in de mond. En in welke context enzovoort. En dan de laatste vraag, die meneer erachter. Ik was ook nog wel benieuwd naar hoe het zit met die overgangen. Want het lijkt nou alsof je vanuit het esthetische door het ethische naar het religieuze gaat. Ik weet niet of ik dat dan goed gezegd heb. Maar kun je ook die weg andersom maken? Of dat je vanuit het religieuze weer er juist voor kiest om naar het ethische te gaan of naar het esthetische. En kies je überhaupt? Dat kan. Dus Kierkegaard schrijft in Of bijvoorbeeld dat nadat je de keuze hebt gemaakt voor een ethisch leven. Dus dat wil zeggen, je hebt je gecommitteerd aan werk of aan een partner of et cetera. Dat je daarna inderdaad voor het esthetische kunt kiezen. Maar, en dat is heel belangrijk, vanaf dat moment telt die keuze eigenlijk als een moreel verwerpelijke keuze. Met andere woorden, die keuze heeft vanaf dat moment, is die ethisch of moreel gekwalificeerd. Het is niet meer iets vrijblijvends. Nee, je hebt je eerst gecommitteerd aan iets en daarna probeer je er weer van los te maken. En dat is een wezenlijk ander soort keuze die je daar maakt dan zeg maar je nooit ergens aan te committeren en je dan vervolgens overal zeg maar van losmaken. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Mm. Okay. Dankjewel. Ja, Rob, je begon jouw lezing met stadia als een spiegel en als er een aap inkijkt, dan kan er geen apostel uitkijken. Wat hebben jullie in drie woorden zeg maar zelf gevonden in stadia? En het moet zeker ook nog kort. Ja, graag. Een aap. Een aap. Dat was inderdaad heel kort. Ja, ik heb daar op het einde van mijn lezing iets over gezegd. Dus met name die persoon van die anonieme jonge man. Daar herken ik wel heel veel van mezelf in. Ja, dat vond ik een buitengewoon treffende beschrijving eigenlijk. Ja. Goed, beste mensen, dan zijn we aan het einde van de avond gekomen. Verveling is de wortel van alle kwaad, is een andere bekende uitspraak van Kierkegaard. En volgens mij is er vanavond van alles gebeurd, maar verveeld hebben we, althans, laat ik voor mezelf spreken, ik me in ieder geval niet. Heel erg bedankt Onno Zijlstra, Rob Compaye voor jullie lezing en jullie gesprek. U natuurlijk bedankt voor uw aanwezigheid, voor uw betrokkenheid bij de discussie. En graag tot de volgende keer. Okay. Dankjewel. Dank.